Dames en heren, welkom allemaal tijdens deze maand van de filosofie. Wij hebben daar op onze manier ook een programma voor bedacht. Het thema van de maand van de filosofie is En dat is niet eerlijk. Het gaat dus over rechtvaardigheid, onrechtvaardigheid, gelijkheid, ongelijkheid. En wij dachten, daar kunnen we iets mee met dat thema gelijkheid. En daarom hebben wij hier vanavond drie filosofen uitgenodigd om dat thema verder uit te diepen. Hoe zit het met de gelijkheid tussen mens en dier? Hoe zit het met de gelijkheid tussen mens en robot? Komt er een moment dat robots gelijk aan ons zijn? Of gebeurt dat nooit? En we gaan het ook hebben over de gelijkheid tussen mens en ding, want wij plaatsen de dingen op een grote afstand van ons. Maar misschien zijn wij zelf ook wel dingen. Of misschien zijn er wel heel veel overeenkomsten tussen de dingen en tussen ons. Een avond, laat ik het niet vergeten te zeggen, van het Zoeterbeek-programma en ook van de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Ik ben Lisa Doeland, programmamaker daar en ik zal de avond leiden. Laat ik nog iets meer zeggen over onze sprekers. Erno Eskens is programmadirecteur van het ISVW. En hij schreef een aantal jaar geleden het boek Democratie voor Dieren. Waarin hij onderzoekt of dieren niet een steviger plaats binnen ons rechtsstelsel zouden moeten hebben. Of het niet tijd wordt voor dierenrechten. Dat is de laatste spreker van vanavond. We hebben Pim Hazelager uitgenodigd. Hij is verbonden aan het Donders Instituut, doet onderzoek naar kunstmatige intelligentie en zal dus vanavond komen spreken over robots. Misschien ook wel, wij denken dan meteen aan Terminator-robots, maar volgens mij moet dat heel anders. Pim Hazelager zal daar meer over vertellen. De eerste spreker van vanavond is Rick Peters. Hij is als docent verbonden aan de UvA en heeft een voorliefde voor objectgeoriënteerde filosofie, objectgeoriënteerde ontologie. En zal de eerste lezing geven van vanavond. Dus we hebben steeds een lezing van een minuut of 15. Daarna een gesprek met u, met de zaal. En dan komt de volgende. Maar niet alleen dat. Tussendoor is daar steeds Fransje Broekema, stemactrice. En zij zal het onderwerp kort inleiden met een literair fragment. En ons zo het onderwerp mee inslepen. Dus Fransje, trap graag af met het eerste verhaal van vanavond. Zal ik vertellen van wie het is of doe jij dat? Ja, het is van Kafka, De zorgen van een huisvader. Sommige mensen zeggen dat het woord otradek van het Slavisch afstamt. En ze proberen op die basis de vorming van het woord na te gaan. Anderen menen weer dat het van het Duits afstamt. Het zou alleen door het Slavisch beïnvloed zijn. De onzekerheid van beide meningen staat ons wel toe aan te nemen dat ze geen van beide juist zijn. Nog te meer daar men door geen van beide een betekenis van het woord kan vinden. Natuurlijk zou niemand zich met zo'n onderzoek bezighouden als er niet werkelijk een wezen bestond dat otradek heet. Het ziet er ongeveer uit als een platte, stervormige garenklos. En inderdaad schijnt het ook met garen omwoeld te zijn. In ieder geval mocht het alleen maar afgebroken oude, aan elkaar geknoopte, maar ook in elkaar verwarde stukjes garen van allerlei verschillende kleuren en soorten zijn. Doch het is niet alleen een klosje, maar uit het midden van de ster komt een klein dwarsstaafje tevoorschijn. En aan dit staafje is er dan in een rechte hoek nog één bevestigd. En met behulp van dit laatste staafje aan de ene kant en een van de punten van de ster aan de andere kant kan het geheel als op twee benen rechtop staan. Je zou graag willen geloven dat dit wezen vroeger een of andere doelmatige vorm heeft gehad en nu alleen gebroken is. Maar dat scheen toch niet zo te zijn. Er is tenminste geen aanwijzing voor. Nergens zijn aanhechtingsplaatsen of breukvlakken te zien die op iets dergelijks zouden kunnen wijzen. Het geheel lijkt weliswaar zinloos, maar is op zijn manier toch een afgesloten geheel. In ieder geval kun je er verder niets meer over zeggen, daar otradek buitengewoon bewegelijk is.
en zich niet laat vangen. Hij verblijft afwisselend op zolder, in het trappenhuis, in de gangen, in de vestibule. En dikwijls is hij maandenlang onzichtbaar, dan is hij waarschijnlijk naar andere huizen verhuisd. Maar hij komt zonder mankeren weer naar ons huis terug. Dikwijls als je de deur uitkomt en hij leunt juist beneden tegen de balustrade van de trap, krijg je zin om hem aan te spreken. Ja, natuurlijk stel je hem geen moeilijke vragen, maar je behandelt hem, ach, hij is zo klein, dat spreekt vanzelf, als een kind. Hoe heet je? Vraag je hem. Otratek, zegt hij. En waar woon je? Geen vaste woonplaats, zegt hij. En hij lacht. Het is alleen maar een lachje dat je zonder longen kan uiten. Het klinkt enigszins als het ritselen van dorre blaren. Daarmee is het gesprek gewoonlijk afgelopen. En overigens kun je deze antwoorden niet eens altijd krijgen. Dikwijls is hij stom als het hout waarvan hij gemaakt schijnt te zijn. Tevergeefs vraag ik mij af wat er met hem zal gebeuren. Kan hij doodgaan? Alles wat doodgaat heeft eerst een soort van doel, een soort van werk gehad en daardoor is het versleten. Ja, maar dat gaat bij Otratek niet op. Zal hij dan misschien nog voor de voeten van mijn kinderen en kleinkinderen de trap afrollen, terwijl de eindjes garen achter hem aanslepen? Klaarblijkelijk doet hij niemand kwaad. Maar het idee dat hij mij nog overleven zal, vind ik bijna pijnlijk. En dan geef ik nu graag het woord aan Riek Peters. Goedenavond. Hartelijk dank aan het Zoeterbeek-programma voor de uitnodiging. Otratek is een tussenfiguur die mens en ding op de een of andere manier weet te verenigen. Maar u en ik, dames en heren, wij allemaal, behandelen mensen en dingen over het algemeen op een fundamenteel verschillende manier. Er is in het Nederlands een uitdrukking die volgens mij boekdelen spreekt. Dat is namelijk dat je soms mensen als dingen behandelt. Mensen als dingen behandelen is niet goed. Iemand als een ding behandelen betekent diegene behandelen zonder het respect dat hem toekomt, zonder achting. Iemand behandelen als een inwisselbare goederen of als een vrij inzetbaar gebruiksvoorwerp. Maar uit die uitdrukking spreekt een erg lage dunk voor dingen. Blijkbaar hebben we er geen probleem mee om dingen te behandelen als dingen, om dingen te behandelen zonder enig respect. Op zich is dat in het dagelijks leven niet zo'n heel groot probleem. Als je een ei wil bakken, dan moet je niet al te teerhartig zijn over dat de pan misschien door het vuur gebrand wordt en dat het ei breekt. Je moet gewoon een ei bakken. Maar er zijn dingen die wel degelijk respect afdwingen. Dat zijn verrassend veel dingen en dat zijn verrassend belangrijke dingen. Ik zal het met één voorbeeld duidelijk maken. Het aardgasveld in Groningen. Als de wereld inderdaad in te delen is in categorieën mens en ding, dan is het aardgasveld ondubbelzinnig een ding. Maar het is een ding dat zich niet zomaar als ding laat behandelen. Als er iets is dat we hebben geleerd van de geschiedenis van het aardgasveld in Groningen, dan is dat iedere poging om dat als gebruiksvoorwerp in te zetten zich wreekt. Het aardgasveld laat niet met zich zollen, net zoals mensen soms niet met zich laten zollen. Het aardgasveld heeft blijkbaar bepaalde belangen en als je dat aardgasveld niet met het gepaste respect behandelt, dan neemt het wraak. Dan komen er aardbevingen, dan komen er verzakkingen. Algemener denk ik dat je zou kunnen stellen dat de ecologische crisis waar we mee te maken hebben neerkomt op een wraak van de dingen. We hebben de wereld minstens 200 jaar, wij mensen, de wereld minstens 200 jaar als ding behandeld. En we komen nu tot de ontdekking dat dat wel degelijk consequenties heeft. Dat het wel degelijk zo is dat dingen een zeker respect opeisen. Daarnaast zijn in onze moderne wereld, in de 21ste eeuw, misschien wel meer dan ooit, dingen ook politieke factoren. Politiek bestaat niet alleen maar uit partijen, uit belangengroepen. Politiek bestaat ook uit dingen. Politiek wordt ook gemaakt door ebola-virus, door megastallen, door drones, door betonnen afscheidingsmuren, door maagdenhuis. Deze overwegingen suggereren dat er misschien iets mis is met onze opvatting van het ding.
de opvatting die spreekt uit de uitdrukking mensen als dingen behandelen. Ik zou daarom vanavond willen pleiten voor een andere benadering tot dingen, een meer respectvolle benadering tot dingen. En ik zou daarmee willen pleiten voor een zekere mate van gelijkheid tussen mens en ding. Daarmee bedoel ik met nadruk niet een politieke of juridische gelijkheid. Ik zou niet willen dat dingen stemrecht krijgen of dat we dingen als rechtspersonen gaan behandelen. Maar ik bedoel een ontologische gelijkheid. Ik bedoel dat op een fundamenteel niveau van zijn mensen en dingen hetzelfde soort entiteit zijn. Misschien zouden we kunnen zeggen dat mensen ook maar dingen zijn. En niet in de slechte zin, dat betekent niet dat we mensen ook als dingen respectloos moeten behandelen. Het betekent dat dingen meer zijn dan we de afgelopen 200 jaar misschien hebben gedacht. Wel, opnieuw nadenken over wat een ding is vergt wat werk, dus laten we beginnen met een voorbeeld. Het gebouw waarin we zijn is, als er iets een ding is, het gebouw waarin we zijn een ding. Wat is dat ding dan? Wel, een natuurkundige zal zeggen dat het ding een verzameling atomen is. Dat het ding bestaat uit een bepaalde verzameling atomen of subatomaire deeltjes, net wat op dat moment in de mode is, maar in ieder geval uit hele kleine deeltjes die op de een of andere manier met elkaar samenhangen. Maar dat is niet helemaal een bevredigend verhaal over wat dit gebouw is. En al helemaal niet voor wat een ding is. Bijvoorbeeld, gedichten zijn ook dingen, maar het zou onzinnig zijn om een gedicht te willen reduceren tot atomen op papier of tot geluidsgolven. Gedicht is meer, het verhaal van Kafka is meer dan dit. Maar als we kijken naar dit gebouw, is er een ander probleem met die benadering van de natuurwetenschappen. Als het gebouw een verzameling atomen is, dan moet op het moment dat de atomaire samenstelling van dit gebouw verandert, het gebouw zelf ook veranderen. En dat zou betekenen dat iedere keer dat er een likje verf overheen gaat, iedere keer dat er iemand een schunnige tekst in een wc-deur krast, of iedere keer dat er met een stofzuiger doorheen gaat, het gebouw op de een of andere manier van wezen verandert. Omdat de samenstelling verandert, dus je hebt dan een ander gebouw dan eerst. En dat is toch niet wat we zouden willen zeggen. We willen liever zeggen dat het hetzelfde gebouw is, maar dan iets beter gestofzuigd, of hetzelfde gebouw, maar dan met een schunnige tekst op de wc-deur. Bovendien is het gebouw ook op een andere manier duidelijk iets anders en meer dan een verzameling atomen. Het gebouw heeft ook een sfeer, het gebouw heeft een betekenis, het gebouw heeft een functie in de infrastructuur van Nijmegen. Je kan niet, in dit geval kan je toevallig wel net door het gebouw heen lopen omdat er een poort is, maar het blokkeert bepaalde routes. Het gebouw heeft een functie in het culturele leven van Nijmegen. En dat zijn dingen die je allemaal heel moeilijk, het is wel te doen, maar alleen maar via een hele lange omweg kan reduceren tot atomen. Dan moet je de atomen van onze hersenen erbij nemen. En dat wordt een heel ingewikkeld verhaal dat bovendien heel weinig zegt over dit gebouw. Dus een andere benadering proberen. Natuurwetenschapper zegt atomen. Geesteswetenschapper zou misschien zeggen dat het gebouw een functie is in een cultureel netwerk. En dat is ook op zich een verhaal dat wel een belletje doet rinkelen, inderdaad. Dit gebouw is een functie in een cultureel netwerk. Het maakt niet uit of er wat dingen van de muur afbladderen, zolang er hetzelfde soort evenementen georganiseerd wordt, is het hetzelfde gebouw. Maar ook dat is een heel erg versimpeld verhaal. Dat verhaal belicht maar een paar kleine aspecten van wat dit gebouw is. Bijvoorbeeld de kruipruimte onder de vloer, dus ongetwijfeld hier een kruipruimte zijn. Die kruipruimte heeft geen enkele significantie in een cultureel netwerk. Tot het moment dat ik nu kruipruimte opmerkte, had u waarschijnlijk niet nagedacht over de kruipruimte. Zelfs de kleur van de vloer. Ik denk niet dat de meeste mensen erop zullen hebben gelet. Dat zijn wel aspecten van dit gebouw, maar aspecten die niet te plaatsen zijn in zo'n cultureel netwerk. Dus de natuurwetenschappelijke benadering, een verzameling atomen, is wel zinnig, maar een simplificatie. Geesteswetenschappelijke benadering, een plek in een knoop in een netwerk, is wel zinnig, maar een simplificatie. En om een lang verhaal kort te maken, is ieder verhaal dat je over dit gebouw vertelt een simplificatie. En ieder verhaal dat je überhaupt over een ding vertelt, is een simplificatie. Anders gezegd, je kan een gebouw of een ding, een ei of een aardgasveld, nooit vervangen door een beschrijving van dat gebouw. Zelfs als je alle eigenschappen van het gebouw op een rijtje zet, is dat nog niet een vervanging voor het gebouw.
Dat lijkt een negatief resultaat. Je bent op zoek naar wat een ding is en komt tot de conclusie dat er geen goed eenduidig verhaal te vertellen valt over wat het ding is. Maar je kan dat negatieve resultaat in een positief resultaat omzetten door juist dat als de definitie van een ding te nemen. Ik zou als definitie willen voorstellen, een ding is datgene dat zich niet laat reduceren. Een ding is datgene wat altijd meer is dan ieder perspectief erop. Dat is een definitie die ik niet helemaal zelf heb bedacht. Die is gebaseerd op het werk van de Amerikaanse filosoof Graham Harman, die een grote voortrekker is in de discussie over het object. Dus een ding is datgene dat niet te reduceren valt. Datgene dat altijd meer is dan de perspectieven erop. Voor dit gebouw geldt dat eigenlijk niets en niemand een totaal overzicht heeft van het gebouw en eigenlijk niets of niemand de kern van het gebouw vat. Zelfs mensen die hier iedere dag werken kunnen nog verrast worden door het gebouw. Dat is een gevolg van die definitie. Je kan verrast worden door het gebouw omdat je beeld ervan altijd maar een partieel beeld is. Die definitie heeft een aantal andere leuke gevolgen. Bijvoorbeeld dat niet alleen materiële, tastbare, voelbare, zichtbare entiteiten dingen zijn, maar ook instituties kunnen dingen zijn. Bijvoorbeeld het Zoeterbeek-programma, in het kader waarvan dit een lezing is. Het Zoeterbeek-programma is een pot geld of zo. Het Zoeterbeek-programma is een serie evenementen. Het is een groep mensen die evenementen organiseert. Maar het is niet te reduceren tot een van die dingen. En ik heb begrepen dat het inderdaad ook zo gaat bij de organisatie van het Zoeterbeek-programma. Dat het constant de vraag is, wat is het Zoeterbeek-programma nou? En wanneer er een nieuw evenement wordt georganiseerd, is de vraag, past dit binnen het Zoeterbeek-programma? En dat betekent niet, past dit binnen de lijst evenementen die we tot nog toe hebben gedaan, maar past dit binnen de neiging die dit ding waar we mee te maken hebben heeft. Dat leidt tot een ander ook leuk resultaat, namelijk dat dingen een eigen stijl hebben. Ieder ding heeft een eigen stijl. Om het een klein beetje antropocentrisch te zeggen, zou je kunnen zeggen dat ieder ding een eigen persoonlijkheid heeft. Misschien het karakter beter, dat is iets minder antropomorf. Ieder ding heeft een persoonlijkheid. Het Zoeterbeek-programma heeft een persoonlijkheid en het kan ontcijferd worden en je kan een gevoel krijgen voor wat voor soort ding dat is. En dan kan je enigszins aanvoelen waar het heen gaat. Ook een gebouw heeft een stijl. Als je in een hoek van dit gebouw ineens een middeleeuwse muur ziet, dan ben je verbaasd. Dat past niet bij de stijl van het gebouw. Bij simpeler dingen is de stijl meestal niet zo heel erg interessant. Misschien dat dat ook de reden is dat ze niet in musea komen te staan. Dus als je een ei bakt, ja, ei heeft wel een stijl omdat er een bepaalde hardheid is waarbij het breekt. Er is een bepaalde consistentie, een bepaalde smaak die je verwacht van een ei. Maar het is niet zo'n heel erg interessant verhaal over een ei. Bij kunstwerken is het een stuk duidelijker. Ook fictieve personages hebben een persoonlijkheid en hebben een stijl. En je weet wat je wel en niet van ze kan verwachten. Dat geldt voor alle dingen. Ook het aardgasveld in Groningen heeft een persoonlijkheid. Heeft bepaalde belangen, heeft dingen die het wel en niet doet, die er wel en niet mee kunnen. Een laatste consequentie van deze definitie van ding, en nu kom ik tot het punt, is dat het mensen en dingen op hetzelfde vlak zet. Want niet alleen dingen hebben een bepaalde stijl, niet alleen dingen trekken zich terug in hun kern en communiceren alleen maar door simplificaties. Mensen doen dat ook. Mensen doen dat met dingen, mensen simplificeren dingen, maar mensen simplificeren elkaar ook. Als ik naar een winkel ga, dan maak ik geen contact met de kern van de winkelier. Versimpel de winkelier tot een soort poppetje aan wie ik dan vraag, mag ik dit? Een simpele interactie, en dat is prima. Dat is hoe je met winkeliers omgaat. En als je meer respect zou willen hebben voor een winkelier, dan doe je net zozeer iets fout als wanneer je meer respect zou willen hebben voor een ei. Tenzij de winkelier ineens in huilen uitbarst of zo. Dan, er zijn situaties denkbaar waarin het wel belangrijk is, maar ook tussen u en mij trouwens. U bent voor mij nu publiek en ik heb er alle vertrouwen in dat u verder een rijke binnenwereld hebt en dat u ook een geschiedenis hebt en al dat soort dingen. Maar op dit moment is de verhouding tussen u en mij een verhouding van simplificaties. Voor mij bent u het publiek, voor u ben ik de spreker. Mensen en dingen zijn daarmee dus hetzelfde en mensen en dingen doen dezelfde soort dingen. Dat is een ontologische gelijkheid die ik nu heel kort en vaag aan het schetsen ben.
Maar ik denk dat het belangrijk is om op dit soort manieren over de gelijkheid tussen mens en ding na te denken. Niet alleen omdat het toevallig een filosofische hobby van me is en ik dit een interessante filosofie vind, maar ook omdat er een praktische, een morele, ethische, misschien zelfs politieke taak aan vastzit. In een tijdperk van ecologische crisis is het totaal onverantwoord om de wereld als ding te behandelen in de oude zin van het woord. En zoals gezegd, moderne politiek is evengoed een politiek van dingen als van mensen. We moeten wel degelijk rekening houden met Vira-treinen, met drones, met megastallen, met aardgasvelden, met windturbines. Al die dingen hebben hun eigen stijl, hun eigen consistentie, hun eigen belangen zou je kunnen zeggen, hun eigen karakter. En een politiek die geen rekening houdt met die dingen is gedoemd te mislukken. Er is een grappige anekdote over Stalin in dit kader. Schijnt een keer toen er was een 5-jarenplan ontwikkeld en er moest een bepaald soort graan geplant worden ergens in Siberië. En een landbouwexpert kwam hem uitleggen, kameraad Stalin. Ik heb slecht nieuws, want dat graan, de genen van het graan zijn niet bestand tegen de kou van Siberië. Waarop Stalin geschreeuwd schijnt te hebben, de genen zullen verbrijzeld worden op het aanbeeld van het historisch materialisme. Dat is leuk voor Stalin, maar dat graan is er nooit gekomen. Als we niet rekening houden met de belangen van dingen, kunnen we nog zoveel politiek bedrijven, kunnen we nog zo historisch materialistisch of liberaal zijn als we willen, maar dan gebeurt er niks. Dat is een praktische reden om filosofie langs deze lijn te bedrijven. Om filosofische vraag naar het ding opnieuw te stellen. Filosofische vraag naar het ding die ongeveer 200 jaar lang tamelijk in de vergetelheid is geraakt. Dat is ook een ethische taak, zoals ik zei. Een taak waarin de filosofie het voortouw moet nemen. Maar ik hoop dat als deze filosofie zich een beetje ontwikkelt, er in de 21ste eeuw nog een moment zal komen dat je kan zeggen over iemand dat hij mensen als dingen behandelt en dat dat dan als compliment bedoeld is. Dank u wel. Rick, bedankt. Wauw. Ik heb één vraag en dan ga ik meteen naar u. Maar ik mag de eerste dan stellen. En dat gaat over het begin van je lezing. Uh-huh. Jij noemt daar de gasbel en je hebt het over de wraak van de dingen. Uh-huh. Maar dan lijkt het bijna alsof ze op zijn Engels agency hebben. Alsof ze dingen kunnen doen. Bewustzijn zelfs, want je hebt het over wraak. Ja. Hoe zit dat? Ja, goed, wraak is een beetje ook een antropomorfe term. Ik hou wel van antropomorfe termen in dit verband, omdat het de hele zaak wat spannender maakt, wat interessanter. Het is natuurlijk niet een wraak in de zin dat de dingen expres achter onze rug om plannetjes hebben gemaakt, maar ik denk dat met een kleine korrel zout het niet een heel grote overdrijving is om te zeggen dat als je de consequenties van je actie later terugkrijgt, dat dan wraak te noemen is. Nou, maar ik bedoel ook, het lijkt alsof ze dingen doen met een bepaalde intentie. Oh ja, zeker. En die intentie weet ik niet, dat is moeilijk in te schatten. Het is bij mensen al vaak moeilijk in te schatten met welke intentie iemand iets doet. Laat staan bij dingen, maar ja, ze doen dingen, absoluut. Dat lijkt me ook niet heel gek. Als je inderdaad een gelijkheid tussen mens en ding predikt en mensen doen dingen, waarom zouden dingen dan geen dingen doen? Trouwens ook de uitdrukking dingen doen is weer moeilijk. Maar, misschien dat we het Nederlands moeten hervormen. Ja. Ja, misschien trouwens voordat ik naar u ga, dingen die dingen doen, robots. Ik ben wel benieuwd, Pim, wat jij vindt van dit verhaal over de dingen. Wat voor dingen zijn de robots dan? Hoe zit het met intentionaliteit en robots? Nou, dat zijn grote vragen. Ik zou zeggen, er zit, niet alle dingen zijn hetzelfde. Laat ik daarmee beginnen. Er is een verschil tussen een hamer, dat is een ding, en een pan, dat is een ander ding. Dat lijkt dan misschien nog wel wat op elkaar, maar ze zijn toch behoorlijk verschillend. Dat is weer verschillend van een gasveld, dat is misschien ook een ding, maar toch wel een heel ander soort ding dan een hamer. En dat is weer verschillend van de Zoeterbeek. Dat is misschien ook een ding, maar dat is toch wel een fundamenteel ander soort ding dan een gasveld. Dus
op die manier dingen gelijk schakelen geeft je wel een interessante kijk erop. We vonden het een erg interessant verhaal. Maar je verliest daardoor ook onderscheidingen die je misschien nodig hebt om beter te begrijpen wat eigenlijk de specifieke manieren zijn om over zaken na te denken. En als je mij dan vraagt naar robots, ja, robots zijn dingen. Dingen in een zin zoals wij mensen dat toch net niet zijn, zou ik willen beweren, maar ik ben straks pas. Je verliest dus het vermogen om te snappen wat de verschillen zijn tussen mens en robot, als je alles ding noemt. Ja. Is dat een gevaar wat jij ook hierin ziet, Rick? Wat ik het leuke vind aan die term ding, en dat is ook een reden dat ik niet object of zo heb gebruikt, is dat hij precies zo vaag is. En ik denk dat ook een wetenschapper niet in zijn hoofd zal halen om het over dingen te gaan hebben. En daarom is het heel fijn, je kan als filosoof dat begrip gebruiken om een gelijkheid aan te duiden zonder dat je daarmee andere mensen in de knel brengt. Dus ja, ik zie hier geen conflict van belang. Zo. Ik ben heel benieuwd welke vragen er allemaal leven in de zaal. Er zijn microfoons, die komen dan naar je toe, we nemen het ook op. Is er iemand die een vraag wil stellen of een opmerking wil maken? Hier vooraan, de microfoon komt eraan. Ja, dankjewel. Erg interessant. En ik begrijp, ik heb er wel wat meer van opgevangen van de object-georiënteerde filosofie. En ik heb toch een paar begripsvragen. Want je zegt dat dit gebouw, dat is een ding. En is een baksteen in dat gebouw, dat is dan ook een ding. Ja. Maar ik zou zeggen, vanuit de geschiedenis van de filosofie is juist wat dat gebouw interessant maakt en de baksteen interessant maakt, is de relaties die het aangaat met andere dingen. Mm-hmm. En als je nou zegt, de wereld bestaat uit dingen, dan word ik even een vraag kwijt, maar... hoe zit dat met de relaties? Want dat is eigenlijk mijn grote vraag. Heel goede vraag. Dat is een punt dat ik expres niet heb aangeroerd, omdat het daar heel erg technisch wordt. Ik wil het niet allemaal doen afknappen, maar dit is een heel erg leuke. Ik zou zeggen dat relaties ook dingen zijn. Een relatie is ook niet exhaustief te beschrijven in een... sommige wel, en dan zijn het misschien niet echt dingen, maar de meeste relaties zijn niet exhaustief te beschrijven in termen van... Een kort verhaal, een korte afbeelding, een schemaatje. Dus de verhouding tussen een baksteen en dit gebouw is ook, je zou kunnen zeggen, eindeloos complex en daarmee ook een ding. Dan krijg je heel erg veel dingen, maar dat is nogmaals het fijne van het begrip ding. Het maakt niet zoveel uit, want er zijn ook heel veel dingen. Dus niet dat dat... Maar wat heb je dan aan die dingen? Als ze allemaal, wat kun je er dan nog over zeggen? Heel veel. Ja. Dat is het ding. Het zijn heel erg rijke entiteiten die juist de hele tijd maar betekenis aan je geven, die betekenis blijven genereren, die nooit uitputtelijk beschrijfbaar zijn. Dus in die zin, je kan er heel veel mee. Alleen, je moet niet van een ontoloog, zou ik zeggen, verwachten dat hij alle nuances tussen dingen gaat aangeven. Ik bedoel, de precieze verhouding tussen gebouw en een baksteen is eerder een zaak voor een architect of zo dan voor een filosoof. En het is wel belangrijk om inderdaad iets te kunnen zeggen over relaties in het algemeen, maar ik denk niet dat het de taak is van een ontoloog om ieder ding specifiek aan te gaan duiden. Wat ik probeer te doen is in ieder geval een raamwerk ontwikkelen waarin dingen zo rijk mogelijk kunnen zijn, zodat misschien mensen die in specifieke velden werken ook wat breder kijken naar die dingen. En verder ben ik ook gewoon bezig met filosofie die ik leuk vind. Dat ook, mag toch ook. Het hoeft niet altijd belangrijk te zijn. Ja. Ja, ik zie hier vooraan en ik ga daarna naar u toe. Ja, dankjewel. Hallo, dankjewel voor je betoog. Ik ben Elianna, ik ben ook filosoof. Je hebt wel degelijk, wil ik even benadrukken, je hebt wel degelijk gesproken over moraliteit in onze omgang met de dingen. En dat zijn er in jouw optiek verschrikkelijk veel. En dat is dat gaat om complexe relaties, et cetera. Zou je dan niet kunnen zeggen, ik zou dan wel willen zeggen, is het dan aan de meer denkende wezens, zoals daar zijn bijvoorbeeld mensen, is het dan niet aan hun om niet de mogelijkheden van de dingen doelbewust uit te putten?
Is het aan hen om ze niet uit te putten, om zich terug te trekken? Of om ze juist dan wel uit te putten? Ja, in het extreme geval om dan dat mensen zich dan maar absoluut niet meer met de dingen inlaten. Want oh, altijd beschadig je dan iets. Oh, nee, dat zou ik niet willen. Dus nogmaals, als je een ei wil bakken, ja, dan moet je een ei bakken. Maar wat ik wel wil zeggen met die moraliteit is dat ieder ding op zijn eigen merites en zijn eigen waardigheid beoordeeld moet worden. Dat betekent dat inderdaad de meeste dingen gewoon als voetveeg behandeld worden. Prima. De meeste dingen zijn ook voetveeg, denk ik. Maar je moet wel iets van een gelijkheid kunnen hanteren om überhaupt respect voor bijvoorbeeld een aardgasveld of drones of een betonnen afscheidingsmuur mogelijk te maken. Dus ja, de morele zaak is ook niet mijn prioriteit. Maar, ja. En ik ben het er wel mee eens dat mensen inderdaad veel meer vrijheid hebben om te beslissen wat ze gaan doen met andere dingen. Waarschijnlijk zijn mensen de enige dingen die ooit een theorie over dingheid hebben ontworpen. Dus dat geeft wel iets van een bijzondere prioriteit, maar geen absolute ontologische hiërarchie. Nee, okay. Maar je kunt toch best maar een beetje boeddhist worden, denk ik. Hè? Ja, ik hou er niet zo van. Ik ben klaar. Kan wel. Dan ga ik naar daar helemaal achterin. Ik vroeg me af, als je dingen hebt en daar weer beschrijvingen van, maar die beschrijvingen zijn nooit volledig, want de definitie die je gaf van een ding was iets wat je niet volledig kan beschrijven. Loop je dan niet het risico dat je in een oneindige regressie terecht gaat komen, want je hebt dan die beschrijvingen van die dingen. Die beschrijvingen kun je ook weer gaan beschrijven, want dat zijn ook dingen. Die beschrijvingen gaan ook weer niet volledig zijn, want je kan dingen niet volledig beschrijven, et cetera, et cetera. Ja, dat is een heel goed punt. Ga je dan precies krijgen? Ja, ja. Dit is inderdaad een probleem en het antwoord erop is een beetje flauw, namelijk gewoon zeggen dat er twee soorten dingen zijn. Er zijn dingen, echte dingen, en er zijn, wat Graham Harman noemt, zintuigelijke dingen. Dat zijn de perspectieven erop. En dat zijn dan, nou ja, dan heb je gewoon per decreet besloten, geen oneindige regressie, we hebben twee soorten dingen. Elk ding een bepaald perspectief? Pardon? Je hebt toch op elk ding een bepaald perspectief? Ik heb een perspectief op de baksteen. Waarom is dat dan echter dan de beschrijving van de baksteen? Die is niet echter dan de beschrijving van de baksteen. De baksteen zelf is wel echter dan de beschrijving en dan het perspectief. Ik bedoel, de echte baksteen is echter dan mijn visuele beeld van de baksteen. Of het uiten van het woord baksteen. Dat lijkt me niet zo controversieel. Maar nee, ik erken dat dit is een zwakker punt in de theorie, maar ik vind het niet. Heel erg persoonlijk. Oké. Okay. Kwestie van smaak. Hi. Ik kom hierna bij u. Ik heb de microfoon gekregen. Ja. Hey, ik vroeg me af hoe je een hiërarchie aanbrengt in de dingen. Dus gasvelden die verdienen meer respect dan eieren. Eieren mogen als voetvegen gebruikt worden. Mm-hmm. En ik vraag me af op het moment dat je mensen een ding zo gelijk trekt. Ja, op wat voor manier breng je een soort van ding met meer intentionaliteit, hebben meer, of hoe doe je dat? Want je lijkt elke keer te suggereren dat er een bepaalde hiërarchie is van dingen die meer en minder respect verdienen. Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik ben niet zeker of het zin heeft om over een hiërarchie te spreken. Of je zeg maar, een scholastische benadering moet gaan hebben en een categorie moet maken van iedere soort ding die er is en dan een rijtje maken met welke er het meeste respect verdienen. Dat hangt helemaal af van de situatie. Ik denk dat in de middeleeuwen dat gasveld iedereen compleet gestolen kon worden. Waarschijnlijk wisten ze niet eens dat het er was. Op dat moment verdiende het geen enkel respect. Ik denk dat mensen altijd respect zullen verdienen van mensen omdat we nou eenmaal heel erg op elkaar lijken. Zoals je ook je eigen familie meer respecteert dan mensen aan de andere kant van de wereld. Dus een soort van provincialisme, maar dat lijkt me niet heel raar. Dus ik denk niet dat er een absolute hiërarchie te maken is. Ik denk dat het van situaties afhangt. Ja, want het lijkt ook zo te zijn dat het een beetje afhangt van wat het ding kan doen. Daarom moest ik eraan denken. Ja, van op het moment dat het ding belangrijke dingen kan doen, dwingt het ook meer respect af of niet. En dan kom je weer bij die eerste vraag over intentionaliteit. Maar je denkt niet dat het dat... Dat lijkt me een goede manier om een beslissing te maken op het moment dat er twee dingen om respect vragen en je moet weten welke er meer respect van. Dan kan je best zeggen welke er meer dingen doet, meer invloed heeft op zijn omgeving. Ja, maar dat
Ik denk dat dat praktische vragen zijn die in verschillende domeinen verschillend werken. Dat is een beetje, nogmaals, de moeilijkheid van ontologie. Ik wil het hebben over de structuur van de werkelijkheid in het algemeen en over het begrip ding dat expres vaag gekozen is. Als je dan een hiërarchie wil maken en als je dan praktische aanknopingspunten wilt, van welk ding moet ik nou precies kiezen? Ik denk niet dat je dat aan een ontoloog moet vragen. Ik denk dat je dat aan een boeddhist moet vragen. Ja, ik ga eerst naar die mevrouw daar, die haar hand. Ja, en dan ga ik daarna naar u. Ja, het is niet zo'n filosofische vraag, meer een beetje nieuwsgierigheid. Mm-hmm. Hoe die 200 jaar die worden genoemd. Yeah. Is 200 jaar geleden het begrip ding omschreven? Of, nee, ja, het is een beetje, we hadden net bij het eten ook al erover, het is een beetje giswerk, maar 200 jaar is wel een handige datum, omdat je dan ongeveer uitkomt bij het leven van Immanuel Kant, die de filosofie radicaal heeft veranderd. Je hebt echt filosofie voor en filosofie na Kant. En de filosofie na Kant is eigenlijk altijd een filosofie geweest die het heeft over het menselijk kenvermogen. En die zich, ik zou zeggen, blind staart op menselijk kenvermogen, op menselijke taal. Maar alleen maar het heeft over onze toegang tot de werkelijkheid. En daarbij het niet heeft over dat ding daarbuiten. Er zijn goede redenen om dat te doen, maar het lijkt me niet de enige manier van filosofie. Dat is één reden om die 200 jaar te kiezen. Andere reden is dat dat ook ongeveer samenvalt met het begin van de industriële revolutie. Het moment dat klimaatverandering echt begon. Je zou het ook bij Descartes kunnen laten beginnen. Voor mijn part zou je het bij Plato kunnen laten beginnen, of bij Homerus. Minstens 200 jaar, dat is het enige dat ik wel zeker weet. En verder moeten we nog uitzoeken wanneer het precies is begonnen. De laatste vraag is voor u, meneer. De microfoon komt eraan. Er wordt vaak gesproken over respect. Mm-hmm. Wat bedoel je daar precies mee? Ik kan bijvoorbeeld respect hebben voor de vorm van de hamer, het gewicht van de hamer, mm-hmm. ten opzichte van mijn duim, ja. ten opzichte van de spijker. Ja, ik hoor net een leuk onderscheid. Ik ken maar tussen sensitiviteit en sentimentaliteit. Ik zou zeggen sensitiviteit. Een heel abstract begrip van respect als gevoeligheid voor de specificiteit van iets. Ik denk dat dat direct een morele verplichting met zich meebrengt. Zij het in heel zwakke vorm. De specificiteit van een hamer maakt dat je bepaalde dingen gewoon niet kan doen met die hamer zonder dat die hamer breekt. Ik denk dat dat een soort minimale moraliteit is. Dus ik zou zeggen, respect hier in een hele abstracte en een hele ook weer vage zin als sensitiviteit voor het specifieke van het. Bedankt, Rick. Ik nodig je nu uit om heel even daar te gaan zitten. Straks mag je weer de bank op. Maar met z'n drieën, dat wordt een beetje druk. Dus dank je wel nogmaals voor je lezing. En dan, hartelijk applaus. En dan is het woord weer aan Fransje Broekema. Ik lees een passage uit Isaac Asimov, Ik, Robot. Robot QT1 zat onbewegelijk. De gepolijste platen van zijn lichaam blonken in het lamplicht en het gloeiende rood van de foto-elektrische cellen die zijn ogen waren was vast op de aardmens aan de andere kant van de tafel gericht. Powell onderdrukte een plotselinge aanval van zijn zenuwen. Deze robots beschikten over buitengemene breinen. Ah ja, de drie wetten der robotica waren ook bij hen van kracht. Dat moest. Bij US Robot zou iedereen, van Robertson zelf tot en met de nieuwe schoonmaker, daarop staan. Dus QT1 was veilig. En toch, de QT-modellen waren de eerste in hun soort. En deze was de eerste van de QT's. Mathematisch gedroedel achter de tekentafel was niet altijd de meest geruststellende bescherming tegen de feiten die de robotica opleverde. Ten slotte sprak de robot. Zijn stem had het koude timbre dat van een metalen diafragma onafscheidelijk was. Realiseer je je de ernst van die verklaring wel, Powell? Ja, iets heeft je gemaakt, QT, legde Powell hem uit.
Je geeft zelf toe dat je opeens een volgroeid geheugen schijnt te hebben dat niet verder teruggaat dan tot de volkomen leegte van een week geleden. Nou, ik geef je daar een verklaring voor. Donovan en ik hebben je in elkaar gezet uit onderdelen die ons toegestuurd zijn. Cutie staarde naar zijn lange elastische vingers op een typisch menselijke manier, alsof hij in gepeins verzonken was. Het valt mij op dat er een meer bevredigende verklaring zijn moet dan die jij geeft. Dat jij mij gemaakt zou hebben lijkt onwaarschijnlijk. De aardmens schoot opeens in de lach. In naam van de aarde, waarom? Noem het intuïtie. Meer is het op het ogenblik niet. Het is echter mijn bedoeling het te beredeneren. Een reeks van deugdelijke, op de reden gebaseerde stellingen kan alleen maar leiden tot de vaststelling van de waarheid. En ik zal ermee doorgaan tot ik die gevonden heb. Powell stond op en ging naast de robot op de rand van de tafel zitten. Hij voelde plotseling een grote sympathie voor dit vreemde apparaat. Het leek helemaal niet op de doorsnee-robot die zijn specialistische taak op het station vervulde met de intensiteit die het gevolg is van een diep ingegroefd positronisch circuit. Hij legde een hand op Cutie's stalen schouder en het metaal voelde koud en hard aan. Cutie, zei hij, ik ga proberen je iets uit te leggen. Je bent de eerste robot die ooit nieuwsgierigheid aan de dag legde omtrent zijn eigen bestaan. En ik denk ook de eerste die intelligent genoeg is om de wereld buiten te begrijpen. Kom mee. De robot kwam in een vloeiende beweging overeind en zijn voeten die met dik sponsrubber waren gezold maakten geen geluid toen hij Powell volgde. De aardmens drukte op een knop en een vierkant vlak van de muur klapte opzij. Het dikke heldere glas onthulde de ruimte, met sterren doorspikkeld. Ik heb dat door de kijkgaten in de machinekamer gezien, zei Cutie. Weet ik, zei Powell. En wat denk je dat het is? Precies wat het lijkt, zwart materiaal, vlak achter dit glas, bespikkeld met kleine glinsterende puntjes. Ik weet dat onze richter een straal zet naar sommige van die puntjes, altijd naar dezelfde, en ook dat die puntjes van plaats veranderen en dat de straal zich dan ook verplaatst. Dat is alles. Maar prachtig, en nou moet je goed opletten. Dat zwarte is leegte. Een kolossale ruimte die zich tot in het oneindige uitstrekt. Die kleine glinsterende puntjes zijn reusachtige massa's van met energie gevulde materie. Het zijn globes en sommige hebben een middenlijn van miljoenen kilometers. En ter vergelijking, dit station heeft er een van nog geen 2 kilometer. Ze lijken zo klein omdat ze onwaarschijnlijk ver weg zijn. De puntjes waarnaar onze energiestralen zijn gericht zijn dichterbij en veel kleiner. Ze zijn koud en hard en op hun oppervlakte leven mensen zoals ik. Miljarden! Van een van die werelden komen Donovan en ik. Onze stralen voorzien deze werelden van energie die we onttrekken van een van die grote gloeiende globes in onze buurt. En we noemen die globe de zon. En ze is aan de andere kant van het station waar je ze niet zien kunt. Als een stalen standbeeld stond Cutie bewegingloos voor het raam en toen hij sprak, draaide hij zijn hoofd niet om. Van welke stip precies beweer je dat jij komt? Powell zocht. Daar is hij, die hele heldere in de hoek. We noemen het de aarde. Hij grinnikte. Haha, ja, goede oude aarde. En we zijn er met z'n 3 miljarden, Cutie. En binnen ongeveer 2 weken ben ik er terug. En toen, wonderlijk genoeg, begon Cutie in gedachten verzonken te neuriën. Geen bepaalde melodie, maar het was een merkwaardig, tokkelend geluid, alsof er aan het snaren werd geplukt. Even plotseling, als het begonnen was, hield het op. Maar wat heb ik ermee te maken, Powell? Je hebt het feit van mijn bestaan niet verklaard. Ja, goedenavond. Leuk om hier weer te staan om over robots te praten. Ik heb wat plaatjes. En ik moet ook eerlijk zeggen, mijn excuses, een hele lange titel. Dit is de langste titel die ik ooit verzonnen heb. Maar ik kon het toch niet korter geformuleerd krijgen.
alles en iedereen misschien toch soms even net niet helemaal gelijk. Sorry hoor. Gelijkheid is een groot goed, maar in bepaalde gevallen gaat het niet op. En ik denk dat dat zo is voor de vergelijking tussen mens en robot. En daar wil ik u wat over vertellen. Voordat ik daar echt inhoudelijk op inga, even iets over ons beeld van robots. Dat wordt grotendeels bepaald door fictie, door films, Hollywood, Zweden. Die zien er altijd ongelooflijk echt uit. Dat komt ook omdat ze door mensen gespeeld worden over het algemeen. En ze zijn ook allemaal bijzonder menselijk in een aantal opzichten. Ze hebben intelligentie, ze hebben intuïtie, ze hebben gezond verstand, ze hebben gevoel, ze zijn bewust en ze weten wat ze willen. Ik denk dat dat eigenlijk een bijzonder misleidend beeld oplevert van robots in het echt. Die zien er zo uit. Dat kan soms heel realistisch zijn, hè, zoals in dit geval. U kunt al net zien wat de robot is, dat is dit. Maar in een heleboel andere gevallen zijn dat echt veel minder humanoïde-achtige systemen. En wat ik eigenlijk in dat kwartiertje dat ik heb wil doen, is met u even doorlopen wat volgens mij in elk geval de belangrijkste verschillen zijn tussen mens en robot. In de hoop daar ook een beetje mee duidelijk te maken dat we bijvoorbeeld nog even moeten wachten met het geven van rechten aan robots. En laten we bij het belangrijkste beginnen. Sorry, dit had ik natuurlijk niet bedacht van tevoren, maar het komt wel mooi uit met jouw lezing. Robots zijn niet zomaar dingen. Een hamer, we hadden het er al even over, is een ding. Een robot is niet een ding zoals een hamer. Hij is gecompliceerder, hij is autonomer in bepaalde opzichten, vele malen intelligenter. Een robot is ook niet zoiets als een ijskast. U ziet hier het binnenste, met een thermostaatknop en een sensor die de temperatuur meet en dan vervolgens daar dingen op in reactie op doet. En om even, het is het enige technische plaatje dat ik heb, even onder de motorkap te kijken. Kijk, een thermostaat werkt eigenlijk heel simpel. Je hebt een omgeving, die wordt waargenomen door een sensor. Bijvoorbeeld die sensor die op de deur was geplakt, hè, die meet dan temperatuur. Als die temperatuur onder een bepaalde drempel komt, of erboven, dan gaat er een bepaalde regel vuren en dan wordt er een actie ondernomen door de ijskast in dit geval, dan wordt de temperatuur verhoogd of verlaagd door het aanzetten van het koelsysteem of het uitzetten daarvan. Robots zijn vele malen ingewikkelder dan dit soort systemen, omdat er, om het zo maar even te zeggen, veel meer onder de motorkap zit. Daar zitten niet alleen maar metingen van de omgeving in, maar ook ideeën, kennis over hoe de wereld kan veranderen, gegeven zijn huidige status, dus kennis over de wereld en de dynamiek daarvan. Daar zit kennis in over hoe mijn handelingen, dus de handelingen van de robot in dit geval, de wereld zouden kunnen veranderen. Of dat dan beantwoordt aan het soort van doelen die wij in de robot hebben gecreëerd. Eventueel zelfs een volgordekeuze voor welk doel op dit moment belangrijker lijkt volgens de richtlijnen die wij hebben opgesteld dan anderen. En pas dan komt er een actie over. Dus dit hele gecompliceerde verhaal waar heel veel wereldkennis en redeneervermogen en dergelijke in zit, maakt een robot fundamenteel anders dan gereedschappen of ijskasten. Moeilijk voor robots, echter, is dat ze geen common sense hebben, geen gezond verstand. Wij weten dat zo voetballen, het kan waarschijnlijk wel voor een paar minuten en daarna ga je onherroepelijk tegen de vlakte. Ik zou het niet proberen als ik u was. Maar dat is niet echt verstandig. Net zo, mijn favoriete voorbeeld, het spijt me dat ik het altijd maar gebruik. Als ik een glaasje water wil drinken, dan moet ik het niet zo oppakken. Want als ik dan probeer te drinken, wordt het een knoeiboel. Ik hoop dat u mij gelooft als ik zeg dat ik dit al 50 jaar lang al goed doe. Ik pak het altijd zo als ik wil drinken. Maar als ik het even op een lastige plek wil neerzetten, dan pak ik het wel zo. Dat is intelligent, daar zit gezond verstand in. Hè? Want zo kun je nou helemaal niet zo goed drinken. Maar daar hoef ik toch nooit over na te denken. Dat soort gezond verstand over hele basale dingen, dat is eigenlijk nog steeds een enorme uitdaging voor de robotica. Het is natuurlijk niet alleen dit voorbeeld, zo zijn er duizenden te bedenken. En hoe moeten we dat nou modelleren? Op dit moment weten we eigenlijk nog niet precies hoe we dat moeten doen. Dat maakt onze robots in een hoop praktische opzichten nog steeds behoorlijk dom. Vervolgens, ook moeilijk, sociale vaardigheid. De manier waarop wij met elkaar omgaan, de manier waarop we discussiëren, de manier waarop we elkaar even aankijken en dan misschien even naar iemand anders kijken om het woord te geven terug naar de zaal bijvoorbeeld. Daar zit een heleboel intelligentie in.
Ook daarvan weten we op dit moment nog niet goed hoe we dat in robots moeten onderbrengen. We kunnen ze wel een heleboel regeltjes geven, maar welke regel gebruik je dan wanneer in welke situatie? Dat is vaak contextafhankelijk. Opnieuw, bijzonder grote uitdaging voor de robotica. Zo sociaal vaardig zijn ze dus niet. Dat heeft ook iets te maken met het begrijpen van gedrag. Wij doen dat eigenlijk bijna voortdurend automatisch. Iemand steekt een hand op en we denken, oké, daar wordt een vraag gesteld. We kijken naar wat iemand doet, waarom die persoon dat doet, eventueel waarom hij het op die manier doet. Als ik dit doe, dan heeft u wel het idee dat ik iets probeer duidelijk te maken, maar helemaal wat weet u eigenlijk ook niet precies. Nou, dat is om te demonstreren dat we soms de vraag kunnen stellen, waarom doet iemand dat zo? Meer was het niet. En hoe mensen dat vermogen hebben om dus eigenlijk te denken van, nou, hier moet ik nu eventjes proberen te raden wat nou de achterliggende bedoeling is. En in andere gevallen eigenlijk wel heel makkelijk kunnen denken van, oké, die wil gewoon even hulp halen of die is aan het zoeken naar iets en dergelijke. Dat is nog steeds onontgonnen gebied, relatief gesproken, voor de kunstmatige intelligentie. We vinden het nog steeds heel moeilijk om die sociale intelligentie, dat begrijpen van gedrag, over te brengen op robots. En zolang ze dat niet hebben, weten ze dus ook niet goed hoe ze uw gedrag moeten interpreteren als ze bij u in huis staan. En dat kan heel vervelend zijn. Klein voorbeeldje daarvan, hier de Honda-robot. Die worden tegenwoordig gebruikt als gidsen voor het museum. En deze robot was een groot succes. Behalve dan dat hij niet begreep dat als mensen een foto van hem wilden maken, ze dan niet bedoelden een vraag te stellen. Dus elke keer als iemand zijn hand opstak met die iPhone of wat dan voor ding dan ook erin, dan vroeg hij, ja, zegt u het maar. Ja, dat schiet niet op. Dat begrijpen van wat iemand aan het doen is. Tuurlijk, dit kun je makkelijk repareren, maar zo zijn er duizenden, zo niet honderdduizenden dingen. Is nog steeds heel lastig. Nog moeilijker. Plezier en pijn. Wij vanaf onze eerste ademhaling, en misschien zelfs daarvoor, voelen plezier en pijn. Daar reageren we op. Dat is ook een van de redenen waarom we leven. Om plezier te voelen en om pijn te vermijden. Wij weten niet hoe we dat in robots moeten maken. Een belangrijke vraag is dus ook bijvoorbeeld, en ik heb het daarover met juristen, hoe straf je een robot? Ja, dat gaat niet. Je kunt mensen straffen, je kunt geld van ze afnemen, je kunt ze pijn doen enzovoorts. Maar een robot kun je niet straffen omdat er geen gevoel in zit. Je kunt hem dus ook niet belonen. Je kan hem wel geld geven, maar ja, wat gaat hij daarmee doen? Dus er zijn nu vragen, ver prematuur wat mij betreft, bijvoorbeeld deze, is het oké to torture, mag je een robot martelen of vermoorden? Nee, is niet oké, want dat kan niet. Het is een zinloze vraag. Wat wij met robots doen is hetzelfde als wat we met ijskasten doen. Als ze op zijn, dan gaan ze naar de sloperij, worden ze vernietigd. En dan kunnen we heel sadistisch in onze handen wrijven terwijl ze door de strijder gaan, maar dat ding interesseert dat verder echt helemaal niks. En dat is dus een heel essentieel verschil. Nog moeilijkerder voor robots, iets willen. Deze hond wil een koekje. Kinderen willen van alles. Hè? Een kind is ontzettend goed in dingen willen. En ook dingen niet willen. Hoe maken we dat in een robot? We hebben eigenlijk geen idee. En ik kan dat het beste uitleggen aan de hand van een schaakcomputer. Je hebt schaakcomputers, hè? Die kunnen iedereen verslaan. De wereldkampioen, geen enkel probleem. Mij al helemaal geen probleem. Maar wil een schaakcomputer eigenlijk wel willen winnen? Nou, het antwoord is nee. Dit is Kasparov, die net verloor van Deep Blue. Die besnapte dat hij een blunder had gemaakt. Die ging helemaal door de grond heen. Je ziet zijn pijn aan de manier waarop hij zijn hoofd in zijn handen houdt. Een schaakcomputer heeft een bedieningspaneeltje. En daarmee kun je zijn sterkte instellen. En zijn blundermodus. Die kan op 10, maar die kan op 0. Ik persoonlijk speel graag tegen de moron-setting. Dan bakt hij er echt geen hout van en dan sla ik hem alle kanten van het bord af. Voor die schaakcomputer maakt het geen ene jota uit of hij in de winststand staat of in de verliesstand. Het is hem om het even. Als hij moet winnen, nou, dan gaat hij winnen. Gaat hij verliezen. Terwijl voor mij het verschil tussen winnen en verliezen levensgroot is. En de spanning die daarbij hoort, nou juist de reden is waarom ik schaak, onder andere. Hetzelfde geldt voor voetballende robots en dergelijke. Ze willen niks. Iets willen, hoe doe je dat? Ja, robots doen wat wij willen. Robots weten niet dat ze doen wat wij willen. Robots weten niet wat willen is, of wat goed voor hunzelf is, of zou kunnen zijn. Robots weten niet eens dat ze er zijn.
En wij weten niet hoe we dat moeten programmeren. Dat is dus ook de reden waarom ik niet zo bang ben voor die Terminators. Ik probeer dat altijd maar als volgt uit te leggen. Wij kunnen wel ijskasten maken die zo intelligent zijn dat wij zelf niet meer kunnen voorspellen wat ze precies gaan koelen, op welk moment en waarom. Met gebruikmaking van je agenda en je moeder vertrekt nu, dus ik ga de gebakjes alvast wat opwarmen. En overmorgen heb je het voetbalfeest, dus ik zet de biertjes alvast wat kouder. Weet je, dat soort dingen allemaal, heel ingewikkeld. Maar dat is iets fundamenteel anders dan een ijskast die zegt, weet je, ik heb het helemaal gehad met koelen, ik word er doodziek van, ik ga lekker brood roosteren, want dat lijkt me leuker. Kijk, dat is een soort van wil die wij wel hebben, en dieren ook, tot op zekere hoogte denk ik, maar robots niet. Nieuw, een reden dus om A, ze geen rechten te geven, B, niet zo bang te zijn voor de Terminator. Zolang we die wil niet kunnen inbouwen, gaan ze ook de macht niet grijpen, want ze zouden niet weten waarom. Robots zijn dus, en dan begin ik af te sluiten, vreemde wezens. Cognitief gesproken lijken ze eigenlijk helemaal nergens op. Ze zijn niet zoals apparatuur, zoals de dingen in de huistuin en keuken betekenis van het woord, niet in ontologische zin. Ze zijn niet zoals de ijskast, niet zoals de microwave. Ze hebben motoriek, ze kunnen plannen, ze kunnen keuzes maken, redeneren en dergelijke. Ze zijn niet als dieren, want ze kunnen opeens wel in natuurlijke taal met ons communiceren. Ze kunnen heel goed redeneren, maar ze hebben geen gevoel en geen wil. En ze zijn niet als mensen. Geen common sense, beperkte sociale intelligentie en opnieuw geen wil. Kortom, robots vormen een unieke combinatie van intelligentie en domheid. En mijn conclusie zou dus ook zijn, ze zijn anders dan dingen, hebben geen common sense, geen sociale intelligentie, voelen geen pijn en plezier en hebben geen wil. En daarom zijn ze ongelijk aan mensen. Dank u wel. Bedankt Pim voor deze lezing. Ik opnieuw bleef ik hangen bij iets uit het verhaal. Wat mij opviel aan het robotje uit het verhaal van Asimov, is dat hij dan nieuwsgierig zou zijn. Maar als ik luister naar jouw verhaal, dan gaat dat dus never nooit gebeuren. Nou ja, never nooit is wel weer heel absoluut. Ik weet niet hoe de wereld van de robotica eruit ziet over 50 of 100 jaar. Maar binnen nu en de, hoe zeg je dat, de voorzienbare toekomst, 20, 25, 30 jaar, zie ik gewoon helemaal zelfs het begin van die aanzet nog niet. En daar valt dus ook eigen gereide nieuwsgierigheid onder. Kijk, we kunnen natuurlijk wel robots maken die exploraties doen. Dat hebben we nu ook al op Mars, rijden robotjes en die exploreren. Daarvan kun je zeggen dat ze nieuwsgierig zijn, maar dat is dan in metaforische zin. Ik kan ook best een robot maken dat als ik dan een duwtje geef, dat hij dan zegt, auw, dat is niet zo moeilijk, zo'n robot kun je best bouwen. Maar dat auw gevoel erin brengen, dat is moeilijk. Daarvan zijn we eigenlijk nog niet toe aan het helemaal doorgronden van de principiële problemen daarachter. Maar komt dat misschien omdat we dan niet precies begrijpen wat nieuwsgierigheid is? En dat we het daarom nog niet kunnen inbouwen? Nou, ik denk dat we ons bepaalde aspecten van onszelf en van dieren onvoldoende begrijpen. Ik denk dat er eigenschappen zijn van biologische organismen, mens en dier, die te maken hebben met bewustzijn en gevoel, waarvan we nog niet precies weten hoe dat verhaal eigenlijk ontstaat. Ja, ook van vurende neuronen in een brein naar uitleggen hoe dat leidt tot ervaring en besef. Ja, dat verhaal is nog niet rond. Ja, maar misschien dus over 30. Ja, zeg nooit, nooit. Dat mag in de voetballerij niet en in de wetenschap al helemaal niet. Dus nee. Daar waag ik me niet aan. Ja. Ja, 200 jaar, een mooie. Ja. Ja, nog weer 200 erbij. En dan, ja. Ik begin bij u, meneer. Komt de microfoon aan? Daar komt hij aan. Een visser die zegt als hij een vis vangt, dat doet geen pijn. Ja. Dat voelt die vis niet. Ja. Omdat wij dan pijn definiëren in onze termen. Ja. En waarom zou een robot niet pijn kunnen voelen in zijn termen, in zijn context? Nou ja, dat kan dus. Dat zei ik al. Ik kan hem zo programmeren dat hij oud zegt. En dat hij de volgende keer, je kunt ze leren, je kunt ze laten leren. Dus dat hij dan de volgende keer steeds een stapje opzij doet als ik eraan kom. Dus je kunt dat gedrag allemaal wel overtuigend maken. En natuurlijk is het moeilijk, die other mind's problem is dat, om 100% zeker te weten dat de ander net zo voelt als ik.
In principe is het mogelijk dat de enige die hier bewustzijn heeft en gevoelens heeft, dat ik dat ben. Spijt me voor u, maar ik weet het toch niet zo zeker als van mezelf. En omgekeerd geldt dat voor u allemaal. Alan Turing heeft daar wel eens een leuk stukje over geschreven. Die zei, in plaats van te doen alsof ik de enige ben, I accept the polite convention that everyone has feelings. Iets in die richting. Maar hier gaat het toch denk ik net even om iets anders dan proberen vast te stellen of die robot daadwerkelijk voelt. We hebben redenen om aan te nemen dat die robot op een fundamenteel andere manier in elkaar zit dan wij. En anders in elkaar zit dan levende wezens. Ja, ik zal u één voorbeeld geven. Bij robots is het mogelijk om het brein, het controlesysteem, uit de robot te halen. En dan de robot in de kast te zetten. Wij doen dat bij cursussen. Dan gaat de robot in de kast. Een jaar later begint die cursus weer. Halen we de robot uit de kast. En die zit er dan nog spik en span uit. Beetje stoffig, maar verder. Download het programma en hij draait weer. Met geen biologisch wezen is het mogelijk om die scheiding tussen, zal maar zeggen, controlesysteem en lichaam mogelijk te maken. Bij geen biologisch wezen is het zo dat als je het stopzet, dus het brein sterft af, dan sterft het lichaam af. Als het lichaam sterft, sterft het brein mee. Die wederzijdse afhankelijkheid vind je in alle natuurlijke systemen en juist niet bij robots. Dus dat is toch een reden om te denken dat daar misschien een fundamenteel verschil zit, dat wel eens relevant zou kunnen zijn voor het ontstaan van gevoel. Maar die robot kan toch een beetje roesten in de kast. Isaac Asimov die heeft een verhaal geschreven ook over een robot die mens wilde zijn. En hij wilde ook sterven. Ja. En hij had er dus voor gezorgd dat zijn bedrading ging oxideren en hij stierf dus. Dan kan die robot toch wel veranderen in die kast. Nou ja, kijk, als hij eenmaal een wil heeft, dan wel. Maar mijn probleem ligt eigenlijk het stadium daarvoor. Van hoe krijg je zoiets in een systeem? Toen ik zei, wij weten niet hoe we dat moeten programmeren, meende ik dat heel serieus. Als je eenmaal, hè, dat is natuurlijk ook makkelijk in science fiction, zegt van ja, hij heeft het en dan gaat hij dingen doen, ja, dan wordt het een ander verhaal. Maar juist die stap zetten tot die wil en tot dat gevoel, dat is iets dat we op dit moment nog niet voor elkaar kunnen krijgen. En nog iets anders, het is natuurlijk, dat is eigenlijk vind ik ook wel een aardig voorbeeld van een verschil. Het is voor ons heel eenvoudig om zelf vernietigende robots te maken. Fluitje van een cent. Van die robots, je zet ze aan en ze rijden vol vaart tegen, wat was het ook weer, de betonnen muur. Een ding waar ik ook heel veel respect voor heb. Ik ben er wel eens tegen aangelopen. Dus dat is niet zo moeilijk. Levende wezens zichzelf laten vernietigen is uitermate moeilijk. Daar heb je heel wat hersenspoeling en slechte jeugden en dergelijke voor nodig. Of een heleboel leed en trammeland om dat voor elkaar te krijgen. Anders is die overlevingsdrang helemaal in dat systeem gebakken. Voor robots is net als de blundermodus. Winnen, verliezen, maakt niet uit. Dus dat denk ik is een fundamenteel verschil. Zijn er nog andere vragen? Ik zie 1, 2. Ik begin bij u, dan ga ik daarheen naar achteren. Ja, mag de microfoon daarheen. Ik had een vraag over, je zei net dat robots niet mensen zijn. Is het niet zo dat we gedeeltelijk wel samenvallen met eigenschappen van robots? Bijvoorbeeld de common sense, we weten allemaal dat bepaalde gedragingen slecht zijn. Terwijl we toch die gedragingen uitvoeren. Ja. Uit een soort automatisme. Stel dat we de keuze hebben om iets te vermijden. Wat we volgende week. Volgende week gaat er iets gebeuren. Krijg je de keuze. Doe je het goede of het slechte? Nou, iedereen kiest dan het goede. Terwijl je volgende week voor de keuze staat. En de impulsen hebt. En je kiest toch het slechte. Ja. Zeker als het slechte is voor anderen. Ver van ons af. Dan denk ik, van, zijn we dan niet pas echt mensen als we ook de pain van anderen weten te vermijden? En niet puur alleen maar voor de pleasure van onszelf gaan. En dat we daarmee toch dus iets robotmatigs in ons hebben? Ja, nou ja, kijk, het interessante van robotica is dat je heel veel leert aan beide kanten van de vergelijking, om het zo maar even te zeggen. Je leert heel veel over het machinale in de mens. De automatismes, de mechanismes, de patronen die zich herhalen en die zich blijven herhalen omdat ze zo vaak herhaald zijn en dergelijke. Wij zijn niet altijd voortdurend volledig vrij en maken altijd maar radicale keuzes omdat we kunnen. Nee, we zijn gewoontedieren en dat draait rond enzovoort. En we leren dingen ook heel automatisch.
En een heleboel van onze beslissingen worden ook genomen door factoren waar we zelf nauwelijks weet van hebben. En dat rollen we af eigenlijk als een soort van machine. Ja, dat klopt. Dus dat is heel interessant van robotica, denk ik, dat je daardoor beter snapt wat het machinale, het dingachtige in jezelf is. Tegelijkertijd, door nauwkeurig te kijken naar de manier waarop robots functioneren en in elkaar zitten en dergelijke, zie je ook bepaalde verschillen. En een belangrijke uitdaging voor de filosofie, denk ik, van kunstmatige intelligentie is dus ook proberen, zoals ik nu ook een beetje gedaan heb, te benoemen wat nou de relevante verschillen zijn, zonder daarmee te willen beweren dat we in geen enkel opzicht op ze lijken. Dan ga ik naar u. Waar is de microfoon? Ja. Ik vroeg me eigenlijk af bij dit hele verhaal van wat willen we eigenlijk met robots? Ja. Zoeken we een super intelligente machine die allerlei hele handige dingen voor ons overneemt? Of zit er ook iets in ons dat we een soort maatje zoeken en gaan we daarom, willen we daarom zo'n ding gevoel geven en alles wat u net omschreven heeft? Ja. Hoe nodig is dat en waarom zouden we dat aspireren? Naast in vergelijking met gewoon de handigheid van de robots. Ja, er is natuurlijk een eeuwenoude fascinatie. Het gaat terug tot de golem uit de Joodse literatuur. En geschriften uit de Bijbel. Je hebt natuurlijk verhalen als Frankenstein en dergelijke. En mensen lijken op een enorm diepgaande manier gefascineerd door de mogelijkheid zichzelf te creëren op een andere manier dan de natuurlijke weg. Die andere manier vinden we ook heel fascinerend, maar deze toch ook om denk ik, toch iets andere redenen. Ik herken dat in mezelf ook. Als ik robots meehelp maken, wat ik relatief weinig doe, want ik ben toch maar een eenvoudige filosoof, maar af en toe waag ik me er wel een beetje aan, dan heeft het iets magisch om, je hebt zo'n programmaatje gemaakt en dan zet je hem aan en dan komt hij tot leven, zou je echt geneigd zijn te zeggen. En dan ben je blij als het goed gaat. En u zou onze studenten moeten zien bij de demonstratiedag van de cursus robotica. Ik heb nog nooit mensen zoals die meeleven. Daar kan het Nederlands elftal niet tegenop. Dus dat heeft een fascinatie. Wat daar nou de diepere achtergrond van is. Kijk, die films van Hollywood, die Terminators en zo. Dat noem ik altijd onze favoriete nachtmerrie. Het is een soort van haat-liefde-verhouding. We willen het kunnen. En terwijl we het willen kunnen, zijn we tegelijkertijd ook heel bang voor datgene wat we dan eigenlijk gemaakt hebben. Dat is één verhaal, een hele diepe menselijke fascinatie. Psychologen, psychoanalisten, antropologen, Jung, ik weet niet wie, maar daar iets verstandigs over zou kunnen zeggen. Ik weet dat niet, ik constateer wel dat het zo is. Daarnaast zijn er inderdaad natuurlijk een heleboel praktische redenen, waaronder ook economische. Als we allemaal vergrijzen en er moeten toch bepaalde zorgtaken worden uitgevoerd, is het dan niet mogelijk om die door robots te laten uitvoeren? Of dat een goede zaak is, gewoon vanuit sociaal-menselijk oogpunt, verzorgd worden door dingen, dat is weer vers 2. Ik heb daar wel mijn vraagtekens bij. Hè? Wat gaat dat doen met sociale armoede, eigenlijk vereenzaming van mensen? Dat zijn risico's, maar de praktische voordelen ervan zijn denk ik ook heel groot. En tenslotte, kijk, ik heb geleefd zonder zo'n ding. Ik was heel gelukkig. Ik heb dit ding helemaal niet nodig. Maar nu het er is, gebruik ik het voortdurend. En zou ik terug willen naar daarvoor? Nou, weet ik eigenlijk niet. Misschien wel niet. Misschien ook wel. Het hangt een beetje van mijn bui af. Dus als die technologie er eenmaal is, dan nemen we dat op, dan nemen we dat mee en dan gaan we ons daarop instellen. En dan willen we het toch niet snel meer kwijt. En ik denk dat dat met robots dus ook gaat gebeuren. Dan ga ik. Daar was een vraag. Ja. Dankjewel voor deze misschien wel bijna verheldering als lezing. Het lijkt er, als zelfzijnde een autistisch persoon, lijkt het een klein beetje als robots een beetje autistisch zijn. In dat ze heel veel moeite hebben met dingen te interpreteren. Maar voornamelijk omdat het moment waarop ze inputs krijgen en doelen krijgen, is wanneer jullie in het programmeerzaaltje zitten en dan geven ze doelen. En dan gaan ze daar met die doelen de wereld uit. En hoeverre is het conceptueel mogelijk dat een robot op basis van bijvoorbeeld na signalen uit de wereld nieuwe doelen kan formuleren? Dus niet alleen maar dat ze doelen krijgen in een computerzaaltje, maar ook dat je ze aanzet, ze daar nieuwe doelen kunnen gaan formuleren op basis van interactie met de sociale wereld. Ja, dat is in principe wel mogelijk.
Je kunt ze bijvoorbeeld laten redeneren over bepaalde input en op basis daarvan denken van hey, nu kan ik bepaalde zaken met elkaar combineren en als ik dat dan zo zou doen, deze handeling zou uitvoeren, dan is dat een opstapje. Maar ze kunnen als het ware niet buiten dat frame van doelen en hogere orde constraints zich plaatsen die wij voor ze geformuleerd hebben. Dus je kan inderdaad wel, denken weer even aan die ijskast, denken van oké, ik moet die aardbeien toch nu ietsje bij sturen, want gegeven de weersberichten van morgen wordt het tijd dat dat even, snap je, dat kan allemaal. En dat hoef je dus niet allemaal voor te kouwen, dus je hoeft niet regeltjes, dat emergeert als het ware uit interactie tussen weerberichten en de kwaliteit van de aardbeien die in de ijskast ligt. Maar, zal maar zeggen, naar een totaal ander frame overstappen, dat een beetje flauw bijvoorbeeld voor mij van dat broodroosteren, dat is iets waarvan we niet weten hoe we dat moeten maken. Ik merk er wel bij op dat dat voor mensen natuurlijk ook niet zo vaak gebeurt. Ik ga toch eigenlijk wel gewoon elke dag naar mijn werk. Ik zou wel eens willen denken van, weet je wat, ik hou op met die studenten roosteren. Ik ga op het strand liggen een tijdje, dat doe ik dan toch niet. Dus wat dat betreft is dat echt uit de band springen ook bij mensen niet zo groot. Maar toch zijn er momenten in ieders leven, en veel daarvan liggen ergens zo rond de 15, 20, 25, dat je zegt van ik geef het een radicale wending. Toevallig toen ik 40 was, heb ik mezelf ook weer eens een radicale wending verkocht. Dus we doen het wel, het gebeurt wel. Maar dat is dan het onverwachte of zo, de mogelijkheid om iets te doen wat niet in de lijn der verwachtingen ligt. Echt een andere wending geven aan je eigen leven en daarmee jezelf vormgeven. Omdat je om de een of andere reden dan denkt of voelt of hoopt. Of soms, ik was ook wel bang terwijl ik dat soort dingen deed eigenlijk. Was verder niet zo spectaculair hoor, was gewoon veel in Brazilië gaan werken. Maar toch, dat was een hele stap. Dat je denkt van ja, is dit nu eigenlijk wel verstandig? En toch het gevoel hebben dat je dat moet doen. Dat zijn dan toch wel dingen waarvan ik zou denken, ja, dat zie ik bij robots nog niet zo snel gebeuren. En dat heeft weer iets met het gevoel te maken. Ik denk dat wat dat betreft de robotica meer dan waardering voor rationaliteit, waar ik best veel waardering voor heb, toch nog meer waardering voor gevoel oplevert. Dat je toch merkt dat daar iets zit, dat wij delen met dieren, denk ik ook, maar dat we op dit moment echt nog niet delen met robots. Voor zover we dat kunnen vaststellen natuurlijk. Ik vind dit een prachtige overgang naar de dieren. Ik lees een fragment uit Dierenleven van Coetzee. Ze gingen als schapen naar de slachtbank. Ze stierven als beesten. De natiebeulen hebben hen afgemaakt. In de publieke veroordeling van de kampen klinkt de taal van de veeoverslag en het slachthuis zo volledig door dat de vergelijking die ik ga maken nauwelijks uitleg behoeft. De misdaad van het Derde Rijk, zegt de beschuldigende stem, was om mensen als beesten te behandelen. Wij, zelfs wij in Australië, behoren tot een beschaving die diep in het Griekse en Joods-christelijke denken is geworteld. We geloven misschien niet allemaal in bezoedeling. We geloven misschien niet in de zonde, maar we geloven wel in hun psychische tegenhangers. We accepteren zonder meer dat de psyche of ziel, die door een schuldig weten is besmet, ziek moet zijn. We accepteren niet dat mensen die een misdaad op hun geweten hebben, gezond en gelukkig kunnen zijn. We bekijken, althans bekeken, Duitsers van een bepaalde generatie met achterdocht, omdat ze in zekere zin bezoedeld zijn. Juist in wat hen zo normaal doet lijken, hun gezonde eetlust, hun hartelijke lach, zien we het bewijs van hoe diep de bezoedeling zich in hen heeft vastgezet. Het was en is onvoorstelbaar dat mensen die niet wisten, in die speciale betekenis van de kampen, helemaal menselijk kunnen zijn. In de door ons gekozen beeldspraak waren zij en niet hun slachtoffers de beesten. Door medemensen naar het beeld van God geschapen wezens als beesten te behandelen, waren zij zelf beesten geworden. Ik ben vanmorgen meegenomen op een rondrit door Waltham. Ach, lijkt me een heel plezierige plaats. Ik heb geen verschrikkingen gezien, geen laboratoria voor geneesmiddelen proeven,
geen fabrieksboerderijen, geen abattoirs. Toch ben ik er zeker van dat ze er zijn. Het kan niet anders. Ze vestigen alleen niet de aandacht op zichzelf. Ze zijn op het moment dat ik hier spreek, overal om ons heen. Alleen weten we het in zekere zin niet. Laat ik het hardop zeggen. We zijn omgeven door een onderneming in vernedering, wreedheid en moord die alles waartoe het Derde Rijk in staat was, evenaart. Sterker nog, nietig doet lijken. In die zin dat onze onderneming er een zonder einde is, zichzelf regenereert. Onophoudelijk konijnen, ratten, kippen, vee ter wereld brengt, met het doel ze te vermoorden. En de haarkloverij, de bewering dat dit geen vergelijking is, dat Treblinka bij wijze van spreken een metafysische onderneming was, uitsluitend gericht op dood en vernietiging, terwijl de vleesindustrie uiteindelijk gericht is op leven. Immers, zodra de slachtoffers dood zijn, worden ze niet tot as verbrand of begraven, maar daarentegen aan stukken gesneden, ingevroren en verpakt, opdat wij ze comfortabel in onze huizen kunnen consumeren, biedt die slachtoffers even weinig troost als het, vergeef me de smakeloosheid van wat ik nu ga zeggen, de doden van Treblinka zou hebben geboden, indien hun was gevraagd hun moordenaars te verontschuldigen, omdat hun lichaamsvet nodig was om zeep van te maken en hun haar om er matrassen mee te vullen. Nogmaals, vergeef me. Dat is het laatste goedkope punt dat ik zal scoren. Ik weet hoezeer dit soort gepraat mensen polariseert. En goedkoop punten scoren maakt het alleen maar erger. Ik wil een manier vinden om medemensen aan te spreken die niet verhit is, maar koel. Niet polemisch, maar filosofisch, die inzicht verschaft. In plaats van probeert ons onder te verdelen in rechtschapenen en zondaars. Verlosten en verdoemden. Schapen en bokken. Erno Eskens. Dat was een heftig citaat, denk ik. En toch heb ik een heel leuk vakgebied. Dat is iets heel merkwaardigs. Kijk, zo'n vergelijking, daar schrik je allemaal van. Maar zo'n vergelijking zet de boel ook even op scherp. Als we het hebben over dieren, dan staat er iets op het spel. Er staat iets op het spel voor die dieren en misschien ook wel voor onszelf, omdat we op een bepaalde manier dier zijn. En ook omdat we, als we rekening gaan houden met die dieren, hoe moeten we dat dan precies doen? En is het dan inderdaad zo dat wij omringd worden door allerlei slachtpraktijken die misschien wel vergelijkbaar zijn met wat de Joden is overkomen, of de Zigeuners, of wat voor slachtoffers dan ook van het Derde Rijk? Kijk, de Coetzé wil in dit citaat denk ik niet zeggen dat Joden gelijk zijn aan dieren. Hij wil ook niet, het gaat hem niet om gelijkheid als wezens in zijn geheel. Het gaat er hem om, wat gebeurt er met wezens die belangen hebben in een bepaalde fabrieksachtige setting. En of het nou even om Joden gaat of om dieren, hoe onvergelijkbaar ze ook zijn, want ze zijn op een heleboel aspecten onvergelijkbaar. Er zit een zekere symmetrie in die handelingen, klaarblijkelijk. Er gebeurt iets met die dieren. Die worden procesmatig worden ze verwerkt. En zoals Coetzé zegt, in dit geval is dat misschien nog wel erger dan wat de Joden is overkomen. Niet dat, nou, dat we je wil vergelijken qua Joden en dieren, maar wel qua wat is er nou precies gebeurd. Nou, die dieren die zijn ook nog eens gekweekt, zegt hij dan, voor de slacht. Dus een heel heftig, we zijn gelijk een heel heftig vaarwater terechtgekomen. En misschien is het toch goed om te zeggen dat het ook leuk is. Dat is misschien een heel verrassend standpunt in deze. Maar het is ook leuk om je te verdiepen in dit soort vergelijkingen. En te denken, waar zit nou precies die gelijkheid tussen ding, robot, jood, mens, weet ik veel wat, man, vrouw, zwart. Daar zit ergens iets waar we ons toe moeten verhouden. En dit citaat laat zien dat er iets op het spel staat. Het doet ertoe voor ons. Als het iets toe doet, dan is er een belang in het geding.
En we hadden het net over, kijk, mijn standpunt, ik zal het jullie alvast verklappen, is zodra er een belang in het geding is, dan kun je dat ook vertalen in een recht. En ik ben ervoor om dieren rechten te geven. Ik zal er zo nog iets meer over zeggen. Dat klinkt misschien als een vergevorderd of een far-fetched idea, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen. Tegelijkertijd wijs ik jullie er toch even op dat, in tegenstelling tot wat Pim Hazelager net zei, dingen wel degelijk rechten hebben in Nederland. Een bedrijf heeft namelijk rechten. En een bedrijf waarvan alle personeel is ontslagen, een naamloze vennootschap waarvan alle personeel is ontslagen, waarvan alle bestuurders zijn opgestapt, heeft in dit land rechten. En dan is het misschien toch niet meer zo ver gezocht om te denken, nou, dan zouden we die dieren misschien ook wel rechten kunnen geven. Ik denk dat we dat wel zouden moeten doen. We zouden die dieren rechten moeten geven om ze op de een of andere manier, om die belangen te verdisconteren. En ik heb eigenlijk een hele simpele redenering. Die redenering die gaat anders. Ik ben een groot voorstander van democratie. En ik stel mijzelf en jullie ook de vraag, vinden jullie dat in een democratie alle belangen gewogen moeten worden? Dus ja, je zit ergens in een land, je hebt bepaalde belangen. Moeten die belangen dan gewogen worden? Is er iemand hier die daar tegen is? Tegen het wegen van belangen in de democratie? Ik zie volgens mij geen handen opgaan. Het is achterin een beetje donker, maar het gaat goed, geloof ik. Nou, dan stel ik jullie de volgende vraag. Denken jullie dat dieren belangen hebben? Zijn er mensen in de zaal die vinden dat dieren geen belangen hebben? Ik zie geen handen omhoog gaan. Dus wij vinden dat belangen gewogen moeten worden in een democratie. Wij vinden dat dieren belangen hebben. Dan volgt de derde vraag en die luidt, vindt u dat belangen op verschillende weegschalen moeten worden gewogen? Dus vindt u bijvoorbeeld dat de belangen van vrouwen op een andere weegschaal gewogen moeten worden dan die van mannen? Of de belangen van zwarten op een andere weegschaal dan die van blanken? Of de belangen van dieren op een andere weegschaal dan die van mensen? Of zou je gewoon moeten kijken welke belangen zijn er eigenlijk in het geding? En laten we eens kijken hoe we die belangen allemaal op dezelfde weegschaal wegen. Ik zie één hand omhoog gaan. Ik had de vraag nog niet eens gesteld. Maar de vraag zou zijn, de vraag zou dus inderdaad zijn, vindt u dat wij moeten wegen met één weegschaal? Is hier iemand tegen? Kijk, hier gaan de meningen uit. Eén, er zijn mensen tegen dat wij alles op één weegschaal wegen. Dan vindt u waarschijnlijk dat er een fundamenteel verschil is tussen mens en dier. En dan is het interessant om te onderzoeken waar dat fundamentele verschil in zou kunnen zitten. Ik weet niet allemaal wat u ervan vindt, maar historisch kan ik het een beetje duiden, denk ik. Kijk, het idee dat belangen bij mens en dier echt fundamenteel anders zijn, dat vind je eigenlijk al in de Griekse oudheid, dat vind je bij Aristoteles. En Aristoteles die heeft een opvatting over wat intelligentie is. En hij zegt eigenlijk heel eenvoudig, degene die intelligentie heeft, die de meeste intelligentie heeft, die zou het eigenlijk voor het zeggen moeten hebben. En dat leidt er bij hem toe dat hij zegt, nou, dieren die staan wat lager dan mensen, want de mens heeft wat meer intelligentie. De plant staat nog lager, het ding staat nog lager. En boven ons heb je dan nog halfgoden en daarboven heb je misschien wel de eerste beweger of de oppergod of hoe je hem ook zou willen noemen. Aristoteles raadt ons aan, laten wij ons allemaal naar boven wenden om te kijken wat het hoogste intellect wil. En laten we ons daar op de een of andere manier aan onderwerpen. Hij zou het liefst bij wijze van spreken de goden de macht geven, maar die regeren nou eenmaal niet, dus we moeten het maar zelf doen. Maar er volgt wel uit zijn opvatting dat het dier ons gegeven is en dat het dier ons moet dienen. Hetzelfde zegt hij overigens ook van slaven, want hij zegt, ja, die hebben wel slimme ideeën, net als vrouwen, hebben ook wel slimme ideeën. Maar laten we fris zijn, die kunnen hun ideeën niet verwezenlijken. En dus hebben ze eigenlijk niet de mogelijkheid om hun ideeën goed vorm, of met hun ideeën de werkelijkheid goed vorm te geven. Daarom zijn er toch lagere wezens. Het zijn opvattingen waar wij het niet helemaal meer mee eens zijn. Die zijn een beetje contra-intuïtief voor ons geworden. En dan is de vraag, waarom zijn ze eigenlijk contra-intuïtief geworden? Nou, dat heeft er iets mee te maken dat we in de middeleeuwen hebben ontdekt dat dit intellectualisme nogal eens gevaarlijk kan zijn. Je krijgt van die pauzen die denken dat ze het hoogste intellect zijn en die worden dogmatisch en zo. Daar houden we allemaal niet meer zo veel van. En we hebben ook iets ontdekt in de wetenschap, namelijk dat los van intelligentie
er toch wel een hoop gelijkenissen zijn tussen mens en dier. En tussen man en vrouw en tussen donkere mensen en blanke mensen. Dat lichaam zit ongeveer allemaal hetzelfde in elkaar. En Hugo de Groot beslist daarom op een gegeven moment dat hij zegt van, nou ja, kijk, wat wij als intelligente wezens ook allemaal al regeltjes mogen bedenken. Als wij zo op elkaar lijken als mensen, dan zou je eigenlijk moeten zeggen dat wij allemaal bepaalde rechten hebben. Bijvoorbeeld het recht om niet gemarteld te worden. En dat recht zou eigenlijk ook sterker moeten zijn dan het recht van individuele staten of van mensen die zich intellect behamen. Hij ging niet zo ver dat hij de dieren ook rechten gaf. En dat had hij eigenlijk best kunnen doen. Want als je vindt dat het lichaam uit het lichaam bepaalde rechten volgen. Als je zegt, nou, wij zijn lichamelijk allemaal zo, zitten wij zo in elkaar. Dat wij een bepaalde hersencapaciteit hebben en een bepaalde aanleg tot het voelen van pijn bijvoorbeeld. En daar volgen bepaalde rechten uit. Dan kun je met diezelfde blik ook best naar dieren kijken en zeggen, oh, die dieren die hebben misschien ook wel bepaalde aanleg. Ze hebben hier misschien wat minder van of daar wat meer van. En qua pijn zitten we ongeveer met de meeste productiedieren in ieder geval wel ongeveer op dezelfde lijn. Dus dan zou je kunnen zeggen, nou, laten we in ieder geval die productiedieren in onze stallen maar eens basale afweerrechten geven. Het recht om niet gemarteld te worden, bijvoorbeeld. Lijkt mij ook een hele logische gedachtegang om die dieren die rechten te geven. Ik vind het ook iets democratisch. Daar begon ik al mee, want waarom is het democratisch? Nou, onze grondwet zegt dat je gelijke gevallen gelijk moet beoordelen. En op het moment dat het zo dus is dat die dieren eenzelfde zenuwstructuur hebben en eenzelfde pijncentra en dezelfde stresshormonen. En dat je dat dus ook bij al die dieren kunt meten wat ze aan pijn ervaren. Zelfs bij vissen overigens. Dan zou ik zeggen, je moet gelijke gevallen gelijk behandelen. En de grondwet is daar eigenlijk heel duidelijk over. Je mag niet discrimineren op basis van triviale zaken. En een triviale zaak is bijvoorbeeld wat voor huidskleur je hebt. Een triviale zaak is ook of je man of vrouw bent. Een triviale zaak is ook of je mens of dier bent. En dus je kan, het ene is seksisme, als je een onderscheid maakt triviaal op geslacht. Er bestaat zoiets als racisme, als je een triviaal onderscheid maakt op ras en daarom bepaalde belangen van donkere mensen bijvoorbeeld miskent. En zo bestaat er in mijn optiek ook zoiets als soortisme. Het ontkennen van de belangen van dieren op basis van iets totaal triviaals, namelijk dat ze toevallig tot een bepaald soort behoren. De helderheid ervan kun je bijvoorbeeld zien als je kijkt naar bepaalde apen, primaten die heel erg op de mens lijken en die dan toch plotseling opgesloten mogen worden. Jullie weten misschien dat er in Amerika en in Argentinië nu processen lopen om te kijken of we hier ook een einde aan kunnen maken. En dat zonder enige vorm van beoordeling maar opsluiten van die dieren. Wat toch een ernstige schending van hun belangen is. Ik ben er dus voor om meer te kijken naar die belangen. Ik ben er ook voor om te kijken naar, als je vindt dat alle belangen gewogen moeten worden, dan moet je eigenlijk ook actief op zoek gaan naar waar zitten die belangen. En dan is de vraag, hoe zit dat inderdaad in die fabrieken die ons omringen, waar dieren worden opgesloten en worden geslacht, worden daar niet op grote schaal belangen geschonden die wij eigenlijk zouden moeten verdisconteren. En ik denk zelfs dat je dat in politieke zin haast zou kunnen duiden. Hè? Dus het idee dat die belangen van dieren er niet toe doen omdat ze nou eenmaal geen politieke partij kunnen vormen. Of dat ze er niet toe doen omdat ze niet kunnen protesteren. Ze lopen niet met borden rond. Wij willen rechten en zo. Hè? Dat hebben die vrouwen wel gedaan en dat hebben donkere mensen ook gedaan. Dat is waar. Daar zit een verschil tussen mens en dier. Maar eerlijk gezegd, als je een beetje naar die dieren kijkt, dan zie je toch wel dat ze een duidelijk stemgeluid hebben. Ze laten door middel van hun gedrag heel goed zien wat ze willen. Ze vertonen stereotyp gedrag. Als ze opgesloten zijn, dan gaan ze een beetje ijsberen. Ze willen vluchten. Ze kunnen gillen. Je kan hun stresshormonen meten. Als je die stem van die dieren niet wil horen, dan moet je toch wel echt heel bewust daarvoor afsluiten. En dat doen wij in onze samenleving ook door dit soort gebouwen neer te zetten op een plek waar we ze niet zien. En daar begon Coetzee mee. Overal zijn dit soort huizen, maar we zien ze niet. Dit soort slachthuizen. Ik zou ervoor zijn om, en dan sluit ik mee af, om het gelijkheidsbeginsel dus ook voor dieren op te laten gaan. Zonder het overigens te willen zeggen dat mensen en dieren altijd gelijk zijn. Hè? Dat geldt voor mensen ook niet. Mensen zijn ook niet gelijk. Hè? Dus baby's zijn totaal ongelijk aan volwassenen. En toch hebben baby's ook bepaalde elementaire afweerrechten. Blijkbaar is gelijkheid niet zo belangrijk altijd als het om
om wel of niet insluiting in het rechtssysteem gaat. Het gaat er meer om wat voor belangen zijn er in het geding. En dat we verder nog heel erg ongelijk zijn, prima. Daar kunnen we mee leven. Ik zou eigenlijk voor, om dit proces van insluiting van dieren in het recht wat sneller te laten gaan, willen voorstellen om dieren voortaan niet meer te zien als hamburgers, maar als burgers. Geef ze eigenlijk maar alle mogelijke burgerrechten die er zijn. En ga vervolgens eens kijken welke rechten die dieren niet kunnen dragen. Dat vind ik namelijk op een bepaalde manier fair. Dat doen we namelijk bij mensen ook. Mensen krijgen in principe alle mogelijke burgerrechten. Totdat blijkt dat je aan bepaalde criteria niet voldoet. Bijvoorbeeld als je dement wordt, dan kun je het recht verliezen om je financiën te beheren. En op het moment dat je van iemand iets gaat jatten, dan kan je je vrijheidsrecht verliezen. Of als blijkt dat je een verkeerd paspoort hebt, dan moet je misschien niet hier je recht halen, maar ergens anders. Maar in ieder geval, er zijn bepaalde uitsluitingsmechanismen waarom wij mensen uitsluiten van bepaalde rechten. Maar het uitgangspunt is, we hebben er in principe allemaal toegang toe. Mijn voorstel is, laten we het recht openstellen voor dieren. Laten we ook hen die toegang geven, zodat hun belangen goed gewogen kunnen worden. En hoe we dat precies moeten doen, dat gaat heel erg ingewikkeld worden. Dat weet niemand precies. Maar we hebben wel vaker voor grote problemen gestaan en die hebben we opgelost. En omdat we er met z'n allen belangrijk vonden om het op te lossen. Ik weet ook niet precies hoe je de belangen van de muis in de Tweede Kamer moet krijgen. Maar op de een of andere manier gaan we daar een oplossing voor verzinnen als we dat willen. Ik denk wel dat het nodig is, want wij kunnen niet langer doof blijven voor de stem van de dieren. Ik dank jullie. Erno, bedankt. Ik merk ook aan mezelf, dit is echt zo'n onderwerp wat iets met je doet. Als het dan gaat over zo in de zaal ook met die vragen. En dat je dan opeens gaat naar en dan het dier hoort er dan ook bij. Maar ik merk, opeens dan denk ik, hé, dat ding, dat was heel onduidelijk wat dat precies was. En ik krijg dat idee met het dier nu ook. Want dat wij geen gekke dingen met apen mogen doen, dat snap ik. En dat er verschrikkelijke dingen met koeien gebeuren in stallen en met varkens en dat daar iets aan gedaan moet worden, dat snap ik ook. Maar opeens weet ik dan niet meer wie precies dat dier is dat rechten moet krijgen. Want ja, dat zijn toch allemaal heel verschillende wezens. Ja. En hoe ga je daar dan mee om? Wat is hoe zit het met de mug hier? Nou ja, ik heb In mijn boek Democratie voor Dieren heb ik gepleit voor een nieuwe Linnaeus. Dus jullie weten misschien, Linnaeus heeft een indeling gemaakt van het dierenrijk. En ik zou zeggen, laten we die dieren nou eens proberen in te delen op dingen die echt belangrijk zijn. Namelijk, waar liggen hun belangen? Dus waar zijn hun eigenschappen? Wat zijn hun eigenschappen? En voor welke belangen coderen die? En voor welke belangen, als we weten welke belangen er zijn, hoe gaan we die dan vertalen eventueel in het recht? Dat zijn meerdere stappen. Maar je moet ze denk ik stap voor stap goed maken. Dus we zouden eigenlijk veel meer van dieren moeten weten. Maar intussen wel op basis van wat we al weten, kunnen we al heel veel doen. En ik denk wel dat het dus zo is dat, ik ben niet voor gelijke rechten. Ik ben voor een gelijke toegang tot het recht. Dus ik vind niet dat een mug altijd precies dezelfde rechten moet hebben dan een sidderaal. Een sidderaal is namelijk heel gevoelig voor elektriciteit en die moet je daarvoor beschermen. En een kip is gevoelig voor hoogfrequent licht, die moet je niet onder telbalken zetten. Dus je moet die rechten heel specifiek gaan bepalen op basis van die eigenschappen van dat dier. Ja. En daarom zouden we daar een goed boek voor moeten hebben waarin die eigenschappen op te zoeken zijn. En dat bestaat helaas nog nergens ter wereld. Ja, maar plichten dus niet, want dat hoort er dan. Dat is het, als ik denk aan dierenrechten en rechtssystemen. Ik denk ook meteen aan plichten, aan mensen die autonoom zijn en die dan daar verantwoordelijkheid hebben. Maar de baby heeft ook geen plicht ten opzichte van de moeder. Dus, en toch heeft die baby wel recht. Dus je kan dit vinden. Dus René ten Bos bijvoorbeeld, de hoogleraar van deze plaats. Die vindt dat dieren inderdaad geen rechten kunnen hebben, omdat ze geen plichten kunnen uitoefenen. Daar kun je overigens nog over twijfelen, want ik denk dat honden heel vaak wel plichten uitoefenen. Maar goed, los daarvan. Kijk, als je daar consequent in wil zijn, dan moet je ook zeggen, nou, dan kunnen kinderen ook geen rechten hebben. En René ten Bos zegt dan ook, ik vind dat kinderen geen rechten kunnen hebben. Die wil kinderrechten hun rechten afnemen. Omdat je anders dieren ook rechten moet geven. Maar de ouders die houden het toch wel, denk ik. Over hun kinderen, of rechten om te zorgen en ja, zo. Ja, ja. Ja. Ik vind dat een hele lastige weg. Als je kan hem begaan, deze weg, maar het lijkt me heel ingewikkeld. Ja. Ik denk dat we liever willen dat onze kinderen wat elementaire rechten hebben, zoals het recht om niet gemarteld te worden.
Tenminste, zou ik wel verkiezen. Ja. Ik ga naar de zaal. U eerst, meneer. Oh, wacht u heel even tot de microfoon er is? Ja, ja ik hoor het, maar het wordt ook opgenomen. Dus dat is, dan kunnen ze het later thuis ook horen. Ik zal me af te vragen, dat is een beetje het verlengde van die laatste opmerking. Ik ben zelf jurist. In Nederland hebben we geregeld in ons BUW dat de eigenaar van een dier of de bezitter, dat die aansprakelijk is voor de schade die door een dier wordt veroorzaakt. En dat wordt ingegeven door het feit dat een dier eigenlijk niet te controleren energie heeft. Dus dingen doet waar bewustheid vaak ontbreekt. Althans, zo heb ik het altijd geleerd. Maar ik ben benieuwd van hoe kijkt u daar dan tegenaan? Want dat heeft ook, wellicht heeft dat iets te maken met die plichten. Nou, kijk, dit lijkt mij niet te verschillen van kinderen wederom. Want ook daarvan is het zo dat je als ouders verantwoordelijk bent voor de daden van je kinderen. Tot op een zekere leeftijd. Dus dat, en toch heeft dat kind wel bepaalde rechten. Dus in principe kan dat. Het is nu in onze wet zo geregeld dat de dier ongeveer de status heeft van eigendom. Daarom is het wel een aardige vraag die u stelt. Het is namelijk zo dat je mag dieren geen leed toebrengen omdat je daarmee de eigenaar pijn doet. En je hebt een onderhoudsplicht voor dieren, zoals je ook een onderhoudsplicht hebt voor huizen. Je mag ze niet laten vervallen. En zo is ongeveer die wet ingericht, maar dat dier is zelf nooit echt drager van belangen. En om het even concreet te maken, ik ben actief bij de Stichting Dieren en Recht. En wij doen nog wel eens wat processen als het om dierenwelzijn gaat. En dan moeten wij naar de rechter toe stappen. En dan willen wij naar de rechter toe stappen en zeggen, kijk, dit paard dat heeft een enorme ellende, want die staat eenzaam in de wei. En dan kan eigenlijk echt niet, ze kunnen dieren, et cetera. Dan zegt de rechter, nee, voor paarden zijn wij niet. Dus dan moeten wij zeggen, maar wij hebben leden en we zijn een stichting. En die stichting die heeft een aanhang. En die aanhang, dat zijn mensen. En die mensen hebben belangen. Wilt u nu wel luisteren, meneer de rechter? Ja, nou wil de rechter wel luisteren. Ja, ik vind dat heel krom. Ik vind dat paard ook eigen belangen heeft. En dat het niet alleen gaat om de belangen van de achterban van onze stichting. Maar zo zit de wet nu wel in elkaar. Ja. Ja, de microfoon komt eraan. Ja, ik vraag me af, heeft een dier wel belangen? Die heeft geen belangen, die heeft behoeftes. En daar moet je voor zorgen als mens, zeg maar. En natuurlijk zoveel mogelijk kijken wat het dier wil. Maar belangen heeft hij niet. Belangen weeg je af. Hè, van, gaan we doen wat de boer wil of gaan we doen wat de recreatie wil, bijvoorbeeld. En ja. Die mensen die gaan belangen afwegen, maar ja. Dat kun je met een dier toch niet? Oké, ik snap uw vraag. Laat ik eerst iets zeggen over demente in dit verband. Want demente mensen kunnen hun belangen ook niet goed afwegen en toch vinden we allemaal dat die wel rechten moeten hebben. Dus klaarblijkelijk vinden we dat verband al een beetje vaag. En ik denk eerlijk gezegd dat dieren heel duidelijk wel belangen hebben, omdat het ertoe doet voor ze. Je kunt het zien. Ze vluchten, ze vertonen een bepaald gedrag. Ze vertonen stresshormonen, dat lijken ze heel erg in. Ja, dat is een drift volgens mij. Dat is een drift, oké, dat kan heel goed. Dat is geen belang. Ik wil daar zelfs helemaal in met u meegaan, maar dan moet je ook eerlijk zijn, dan moet je ook zeggen, ja, maar dan zit het bij mensen ook zo. Ja, klopt, maar mensen kunnen wel een belang hebben bij iets en dat onderhandelen. Ik zie niet waarom daar plotseling ergens een kunstmatige scheidslijn gemaakt moet worden. Als je ziet dat bijvoorbeeld als het gaat over chimpansees, dat die hele ingewikkelde onderhandelingsstrategieën hebben als het gaat over de uitruil van voedsel. Ja. En als je kijkt naar olifanten uitruil die hun doden herdenken. Uitruil van voedsel is een belang. Ja, maar het herdenken van doden bij de olifant is toch echt geen belang, hoor. En het zingen van walvissen rond Australië die ieder jaar nieuwe liedjes maken, lijkt ook geen enkel belang te hebben. Ik vind dat dus. Of geen enkel. Dus er is wel degelijk zoiets als. Als cultuur bij dieren, denk ik. En ook verschillende belangen. Ook als ze dat. Die dus verder gaan dan behoeften. Dus of die. Ik vind dat ingewikkeld. Kijk, je kunt alles verklaren in deze wereld met elementaire deeltjes, weet u dat? Maar het is niet het goede niveau om dingen op te verklaren. Dus je kunt wel zeggen, we bestaan allemaal uit elementaire deeltjes en die botsen tegen elkaar en daarmee moeten we alles verklaren. Dat kan, maar het is gewoon niet het goede niveau. Je verklaart er de rijkdom niet mee van de verschijnselen.
En zo is het denk ik ook als je alles alleen maar kijkt naar behoeften. Je kan alle menselijk gedrag misschien proberen te verklaren met behoeften. Maar het is wel een beetje arm op die manier. Nou, dus dat zeg ik juist van niet. Mensen hebben wel degelijk belangen bij dingen. En dieren, dat weet je niet. Nou, ik denk dat ik het eerlijk gezegd, je weet het heel goed van dieren. Je hoeft alleen maar te kijken. En helemaal 100% zeker weet je het misschien nooit. Maar eerlijk gezegd weet je dat van je partner ook. Dat ga je dan invullen als mens. Ik wil graag iemand anders ook nog de kans geven om een vraag te stellen. Ja, ik ga naar u hier vooraan. Daar komt de microfoon. Ik heb je boek gelezen en je pleit ervoor om alle levende wezens, voelende wezens, mensen of andere dieren, zeg ik heel nadrukkelijk, alle burgerrechten te geven en naar hun aard en hun belangen ze weer af te nemen. Dan kunnen we er ook voor pleiten natuurlijk om die lijn door te trekken, om dat bij mensen ook te doen. Zeker waar mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen voor het belang van andere levende wezens. Om even een prikkelende stelling erin te gooien, en die wil ik even ophangen aan onze presentator van vanavond, want ik hoorde je net zeggen dat we weten allemaal wat er met koeien in de stallen gebeurt, en dat is allemaal verschrikkelijk, dat moeten we niet willen. Ik ben maar zo even mijn bevooroordeelde stelling, dat ik denk dat je zuivel gebruikt. En ik weet niet of je kinderen hebt, maar dat geldt voor elke vrouw. Zouden we dan niet elke vrouw die zuivel gebruikt, als op het moment dat ze een kind krijgt, binnen 48 uur haar kind zouden moeten afnemen? Het binnen gehoorsafstand in een andere kamer te leggen, ze niet bij elkaar kunnen laten komen, zodat het gehuil van het kind hoorbaar is. En dan uit coulantie geven we het dan na een week weer terug. En dan nog eens kijken of ze nog zuivel kookt. Zou dat in de lijn van je filosofisch-juridische theorie kunnen liggen? Nou, mijn inzet natuurlijk is om ellende te voorkomen en niet om ellende te vergroten. Dus ik zou daar niet heel erg voor zijn. Het is wel zo dat je bepaalde rechten kunt wegnemen op het moment dat iemand de belangen van anderen schendt. En ik kan me dus wel voorstellen dat je, zoals we nu ook al wel doen trouwens, met als het om dieren gaat, op het moment dat jij je dieren mishandelt, mag je van de rechter geen dieren meer houden. Terwijl dat in principe een recht is wat je normaal wel hebt. Dus dat kun je best doen. En dan kun je misschien best wel iets verder in gaan, maar ik zou toch wel de proportionaliteit erin willen houden. En ik zou wel graag willen dat onze maatregelen de ellende verkleinen en niet vergroten. Hij was ook even om te prikkelen. Maar... Ja, dat... ja, ik zie daar... achter en dan ga ik daarna naar u. Ja. We hebben deze afgelopen winter te maken gehad met muizen die illegaal huisvesting hebben gezocht in Friesland. En nou ben ik benieuwd hoe ideaal gezien dit opgelost zou kunnen worden. Ja. Laat ik beginnen te zeggen dat ik mij niet precies in deze casus heb verdiept. Dus dat ik het niet precies weet hoe je dit op de meest makkelijke manier zou oplossen. Maar over het algemeen zou ik zeggen, je moet altijd proberen als je last hebt van dieren, om eerst eens te kijken wat die belangen van die dieren zijn en waarom ze er überhaupt zitten. En dan kijken of je die dieren ergens anders kunt misschien herplaatsen waar aan dezelfde belangen of behoeften wordt voldaan. Het ging over duizenden... muizen die weilanden, dijken, bevolkten. Ik weet het. Ik vind het een ingewikkelde vraag. Omdat, kijk, ik ben niet per definitie ervoor om te zeggen dat dieren altijd maar mogen blijven leven. En dat zal jullie misschien verrassen. Ik vind dat als je het recht gaat toepassen, dat je alle recht moet toepassen en dat ook het oorlogsrecht van toepassing kan zijn. Dus op het moment dat, stel dat het zo zou zijn, dat de muskusrat de Nederlandse dijken zou ondermijnen, wat overigens niet het geval is, zeg ik er maar gelijk even bij. Maar stel dat het wel zo zou zijn en wij allemaal het gevaar lopen om te verdrinken, dan heb ik er geen moeite mee om te zeggen, nou nu treedt het zelfbeschermingsrecht wat in werking wat iedereen heeft en dan kan er op een gegeven moment een rechtvaardige oorlog plaatsvinden. Dat zou kunnen. Of dat, een burgeroorlog. Of precies een burgeroorlog. Ja, dat is dan een burgeroorlog. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, ja, lach erom, maar ik vind het echt. Ja. Of dat in dit geval ook zo is, weet ik niet.
Ik zou toch eerst nog eens, voordat we allerlei ruige maatregelen daar gaan nemen, eens even kijken, waarom zitten die dieren daar eigenlijk? Hebben we daar bepaalde omstandigheden gekweekt waardoor ze daar zitten? Hebben we bijvoorbeeld alle roofvogels weggehaald? Omdat die misschien wel op de een of andere manier vergiftigd zijn, omdat er gif in de voedselketen zit, waardoor dit probleem kon ontstaan. Ik vind het een moeilijk probleem, maar ik ben geneigd er dus te kijken om het zoveel mogelijk op een redelijke manier op te lossen. Zoals wij alle problemen proberen op te lossen in de samenleving, op een redelijke manier. Ja. De microfoon mag naar hier vooraan. Ja, u tipt daar net al een beetje aan, maar als we het over rechten voor dieren hebben, dan kun je ook stellen het recht om te leven. Bent u dan ook tegen de slacht van dieren, tegen de volledige industrie rondom dieren? Ik zou zeggen dat het belang van het dier zwaarder weegt dan het belang van de mens in deze. Omdat de mens namelijk geen echt belang heeft bij het eten van vlees. Behalve dan het smaakt zo lekker, wat toch een tamelijk triviaal belang is. Dat is vind ik net zo'n belang als het is zo lekker dat die slaven voor ons werken. Ja, dat is toch niet echt een belang op de een of andere manier. Het belang om een goed leven te hebben en om ook je levensduur te kunnen uitleven lijkt mij gewoon een zwaarder belang. Hier kun je overigens verschillend over denken hoor. Dit is een politieke afweging die ik maak. Kunt u dan de zuivelindustrie bijvoorbeeld ook als slavernij zien? Daar worden dieren immers niet gedood, maar wel gedwongen om voor ons melk te produceren. Het is een betere vorm van slavernij. Het is te prefereren om geheel veganistisch te zijn. Ik ben het zelf ook nog steeds niet overigens, dus ik doe mijn best, maar ik vind het enorm moeilijk om het te zijn. Dus op een gegeven moment kun je ergens de waarheid van vaststellen en denken van nou zo zit het ongeveer. En vervolgens moet de hele samenleving veranderd worden om dat te doen, inclusief jezelf. En dat is nog een hele stap. Maar als we iedere keer een klein stapje in de goede richting zetten, is altijd heel verleidelijk om te zeggen, ja, maar dan moet ik ook dit doen en dan moet ik ook dat doen en dan moet ik ook dat doen en daarom doe ik me allemaal niks. Hè? Maar dat is natuurlijk een vorm van slapheid. Je kan beter zeggen, nou oké, ik kan niet alles tegelijkertijd doen. Mij lukt het bijvoorbeeld niet om geheel veganistisch te zijn, want mijn familie wil niet veganistisch zijn en ik eet nu eenmaal met die mensen samen en het is allemaal niet anders te regelen. Dus ik eet af en toe kaas. Nou oké, goed. Niet goed voor mij, vind ik dat. Maar ik probeer wel iedere keer een klein stapje verder te zetten. En misschien dat we daar op een gegeven moment tevreden mee moeten zijn. En zeggen van nou, we zitten in een proces. Laten we niet denken dat we niks hoeven te doen omdat we niet het ultieme doel kunnen bereiken. Dat is een vorm van, als je zo gaat denken, dan bereik je namelijk nooit iets. Rick wilde nog een vraag stellen. Daar, en dan zitten we al behoorlijk aan de tijd. Dus daar houden we het bij, Rick. Nee, dan. Ik wil toch even terugkomen op de dingen, want op zich lijken dieren en dingen hierin op elkaar dat ze allebei niet voor zichzelf kunnen spreken in de politiek. Er moet een menselijke belangenbehartiger optreden om de belangen van in ieder geval dieren op de agenda te zetten. Wat voor obstakels zouden er zijn tegen het geven van rechten aan dingen die belangrijk genoeg zijn dan? Ik vind dat er een fundamenteel verschil zit tussen belang hebben en belangrijk zijn. Dus de beelden die IS heeft stuk geslagen, die waren heel belangrijk, maar ze hadden zelf geen belang. Ze hadden namelijk alleen een afgeleid belang voor ons. Hè? Dat is anders met dieren, die hebben wel degelijk zelf een belang. Het doet ertoe voor die dieren. En bij dingen lijkt het er niet toe te doen. Dan nog kun je zeggen, oké, ik ben ervoor om dingen wel dus in bepaalde gevallen rechten te geven. Ik vind dat die naamloze NV zonder personeel en zonder bestuursleden wel degelijk bepaalde rechten moet hebben. Omdat dat gewoon handig is. Het is soms moet je dingen gewoon op een handige manier regelen. En als een rechtengever is gewoon handig. En dat vind ik voor dieren ook, het is gewoon handig. Je moet niet zo heel krampachtig doen alsof alleen maar mensen rechten kunnen hebben, et cetera. Nee, kijk gewoon wat werkt en wat niet. Beetje pragmatische benadering. Beetje pragmatisch, dus. Ja. Ja. Waar is de microfoon? Ja. En dan, nou ja. Dat bedoelde ik eigenlijk helemaal niet. Hebben we nog zoveel vragen? Maar hij mag echt eerst naar achter, want u heeft al heel lang geleden uw hand opgestoken. Nou, dankjewel. Mijn buurvrouw hier links fluisterde mij net een vraag in, maar die durfde hem zelf niet te stellen. Dus dat doe ik maar. We hebben huisdieren en we hebben ook bedreigde diersoorten in dierentuinen die we in leven houden door ze vlees te geven.
Hoe zit het dan met de afweging van de belangen van dieren onderling? Want je kan een hond niet zomaar soja gaan geven of een Bengaalse tijger die je in stand wil houden, et cetera. Hoe ziet u dat? Om met die hond te beginnen, er zijn allerlei vegetarisch voedsel voor honden. Dat was maar een voorbeeld natuurlijk. Goed, dat snap ik. Maar goed, want ik wou toch even het punt maken dat je zoveel mogelijk kan zorgen dat toch weinig gebeurt. Maar kijk, ik vind wel, als het in de... als een dier geen alternatief heeft. Laat ik het anders zeggen. Ik denk dat planten ook wel op een bepaalde hoogte belangen hebben. En toch ga ik die planten wel eten. Want ik moet op een gegeven moment ook gewoon overleven. En dat geldt voor die dieren ook. Als die dieren geen alternatief hebben dan het eten van andere dieren. Ja, dan is dat nu eenmaal zo. Dan valt dat toch onder het recht op zelfbescherming. Zodra er sprake is van een keuze. En wij mensen hebben daar heel duidelijk een keuze in. Is het een ander verhaal. Dan moet je kijken hoe je zo min mogelijk belangen schendt bij wat je eet. Ja, en dan de laatste vraag. Kunt u de microfoon doorgeven? Daar, achter. Ja. U refereerde net naar de zuivelindustrie als meer prefereerbare dwangarbeid dan de vleesindustrie. Ja, dat leek me een vrij persoonlijke invulling van prefereerbaar, aangezien ik zelf trok meteen de vergelijking met levenslange opsluiting zonder... Letterlijk levenslange opsluiting. Of de doodstraf. Als ik kon kiezen, zou ik waarschijnlijk voor de doodstraf kiezen. Want dan ben je er in ieder geval vanaf. Lijkt me minder erg dan levenslange dwangarbeid in ieder geval. Zeker ook omdat een rund niet weet dat zijn dood eraan komt in de slacht. In hoeverre vindt u dat dan meer prefereerbaar? Dat u de dood erger vindt dan... Toen ik het over meer prefereren had, ging het me eigenlijk met name over leefomstandigheden. Die van koeien zijn over het algemeen beter dan die van kippen bijvoorbeeld. En beter dan die van varkens. Dus dat in die zin bedoelde ik op meer te prefereren. Maar ik vind het wat u als vraag stelt is een hele goede vraag. En eerlijk gezegd zou ik daar zo 1, 2, 3 het antwoord niet op weten. En is dit misschien wel precies het soort discussie wat wij moeten gaan voeren. Namelijk in de politiek een afweging maken van wat zijn nou precies de belangen. En hoe gaan we die nou precies wegen. En dus ik denk dat ik uw vraag niet kan beantwoorden. Ik vind het moeilijk. Maar ik vind het wel iets, een vraag die we wel moeten beantwoorden. Maar soms weet ik het ook even niet. Dankjewel. Ja. Volgens mij is het... Ik zit nog te denken over een laatste vraag. Ja, ik ga hem toch kort stellen aan jullie alle drie. In hoeverre hebben we het vanavond nou echt over de robot, over het ding en over het dier gehad? In hoeverre ging het vooral over de mens? In deze vergelijking. Rick, begin met jou. Ja, ik heb het idee dat ik het wel over het ding echt heb gehad, maar ik hou wel van een beetje antropomorfisme om het wat spannender te maken, want een verhaal over dingen zonder herkenbare termen wordt echt heel erg saai. En alleen maar voor specialisten leuk. Dus ik heb het over dingen gehad in menselijke termen, zou ik zeggen. Maar wel over de dingen dus. Ja. Ik denk dat deze avond heel goed illustreert dat je mens niet kunt zijn zonder je te verhouden tot de dingen en de dieren. Dus je kunt wel denken dat je een topje van de ijsberg bent in de intellectuele zin of qua gevoel of wil, alle dingen waar ik het even over had in verband met robots. Maar ja, als topje ben je vrij weinig zonder de rest van de berg. Dus zelfs vanuit dat perspectief weet je volledig ingebannen en omsloten door al die andere wezens en zaken waar je je niet van kunt isoleren. Ik denk dat deze avond heel goed illustreert. Een beetje nederigheid misschien dus ook wel. Nou ja, dat we bestaan in een netwerk van relaties en dat we onszelf ook tekort doen als we die relaties niet goed vormgeven. Ja. Natuurlijk hebben we het ook heel veel over mensen, denk ik eerlijk gezegd. Er is een hele tijd zo geweest dat je niet in menselijke termen over dieren mocht praten. Dus je mocht niet zeggen dat dieren iets op rationele gronden deden, of dat dieren politiek hebben, of dat ze empathie hebben, of altruïsme hebben. Dat mocht vroeger allemaal niet. En we zijn er intussen achter dat we, dat je de dingen niet te veel moet antropomorfiseren. Maar dat het omgekeerde ook wel eens heel fout zou kunnen zijn. Dat je namelijk menselijke eigenschappen alleen maar bij jezelf wil houden. En omdat ze menselijk zijn, kunnen ze niet voor iets anders van toepassing zijn. Dat lijkt mij ook fout. Frans de Waal heeft daar een mooi woord voor bedacht. En dat is in het Engels, ik weet de Nederlandse vertaling niet, is anthropo-denial.
He, dus dat je leeft in een geestestoestand waarin je zegt, deze eigenschap tref ik bij mensen aan, dus die kan ik niet bij dieren aantreffen, laat staan bij dingen. Dat is een foute manier van denken, zou ik zeggen. Dus ik weet niet of het iets verheldert, maar... Ja, dus voorbij ja. Het antropo-ontkennende, ja. Of zo, in heel goed ja. Nederlands. Ja, ja. Ja, het antropo-ontkennende, ja. Laten we daarop houden. Ja. Ja. Oké, okay, hartelijk bedankt, Erno, dank Pim, u. Rick ja. En ook Fransje. En u...